Dames en heren, hartelijk welkom bij de juni-vergadering van de gemeenteraad van Ommen. We gaan grote werken bespreken, de kadernota. Daar hebben we ook nog een stuk van de avond voor. Ik hoop dat iedereen goed geprepareerd is. Buiten is het 33 graden en binnen is het 21 graden. Dus we hebben het hart warm en het hoofd koel, denk ik. We gaan zo beginnen aan de kadernota. U kent de procedure. Fracties gaan op volgorde van grootte in de rij. Maximaal 10 minuten is de afspraak die we gemaakt hebben. En als u moties en amendementen wilt indienen, dan heb ik graag dat we het bondig doen. Dus graag alleen het dictum. Dus alle technische overwegingen hoeven er niet bij. Kunnen wij beginnen? Voorzitter? Ja. Volgens mij hebben we een andere spreekvolgorde afgesproken in het presidium. Nou maakt het mij niet zoveel uit, maar het is altijd handig om in ieder geval te kijken. We wijzigen de afspraak nu. Dat is bewust? Ik dacht dat het voor iedereen duidelijk was dat de VOV begint. Toch? Ja. Op volgorde van grootte, heb ik gezegd. Omgekeerd. Maar dan omgekeerd. Ja. Oppositie voor dit. Ja. Als de VOV begint. Meneer de Jonge of de Middenkamp? Ik heb wat bij de presidium op. Ja. Ja, dat staat hier. Ja, ja. Wilt u beginnen of laat u het over? Oh, je bent echt de woordvoerder. Oké. Meneer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Laten we inderdaad beginnen. Voorzitter, om keuzes te maken voor de toekomst is het goed om even kort terug te kijken wat ons betreft en vast te stellen van waar we eigenlijk vandaan komen. En dat is niet heel lang in het verleden, maar naar het vorig jaar. Tijdens de begrotingsbehandeling van 2017, eind vorig jaar, zijn we eigenlijk, ondanks alle herstelplannen die ermee gepaard gingen, gered door de uitkomst van de septembercirculaire. Laten we dat niet vergeten. De jaarrekening 2016, voorzitter, daaruit bleek dat de kosten en baten van vorig jaar gelukkig in evenwicht waren met een heel minimaal verschil, maar dat maakt niet uit. En de algemene reserves hebben we vanuit andere reserves aan weten te vullen. We kwamen vanuit een dieptepunt zelfs onder nul en dat is weer op orde gebracht. De eerste maanden van dit jaar, voorzitter, en nu wordt het wat minder leuk, de eerste bestuursrapportage geeft een nogal negatief beeld. Structureel, jaarlijks, ongeveer, en pakt u me niet op de laatste euro, een half miljoen euro in het rood, negatief. Het incidentele saldo geeft gemiddeld jaarlijks, en dat fluctueert wat meer, ook ongeveer een half miljoen negatief te zien. Met als resultaat, voorzitter, en dat is na te zien in de kadernota, dat de algemene reserve de komende jaren, die we dus vorig jaar eenmalig fors met een miljoen of zeven hebben opgehoogd, algemene reserve de komende jaren weer met 1,7 miljoen gaat afnemen. Oftewel, voorzitter, we zouden kunnen zeggen dat van financieel herstel geen sprake is. We zijn er nog lang niet. En als er geen geld is, dan is het ook lastig om plannen te maken en mooie dingen te doen. En dat betekent dat soberheid en voorzichtigheid het devies is. En dat leidt dan ook, zoals we allemaal hebben kunnen lezen, tot een behoorlijk beleidsarme kadernota. Er is slechts ruimte voor wettelijke verplichtingen en onomkoombare zaken. En de omvangrijke lijst van plannen die we niet doen, en dan noem ik van de handhaving, gas geven op de verkeersvisie, centrumplannen en zo nog veel meer, dat moeten we helaas in de ijskast stoppen. In de kadernota, voorzitter, staan echter wel een paar zaken benoemd die we wel gaan doen. En daar licht ik er ook een paar uit. We willen graag de buitenlandse toerist interesseren om wat meer en vaker naar Ommen te komen. We willen de werkgelegenheid vergroten voor Ommen, dat is hartstikke goed. En we willen de bijstandsgerechtigden, het aantal bijstandsgerechtigden, willen we verlagen. Maar hoe we dat gaan doen en met welke financiële middelen, voorzitter, dat wordt niet nader uitgewerkt. En dat brengt ons tot onze eerste vraag aan het college en die luidt wanneer de uitwerking volgt en of dit wordt meegenomen met de behandeling van de begroting later dit jaar. En dan, voorzitter, het is niet alleen kom en ik wel, er is ook nog een klein lichtpuntje, want er is weer een circulaire voorbijgekomen, in dit geval de mei-circulaire, en die geeft, zo te zien, hartstikke mooi wat extra lucht.
Helaas zijn de resultaten, de uitkomst van de Mijn Circulaire nog niet in de cijfers verwerkt. En dit brengt ons op de volgende vraag, voorzitter. We zouden heel graag en heel snel integraal de uitkomst van de Mijn Circulaire verwerkt zien in de meerjarenbegroting voor de komende jaren. Tot slot, voorzitter, hebben we nog twee verzoeken en dan zijn we al aan ons einde van deze eerste fase. Recent is er ons ter mail gekomen een uitkomst van het onderzoek naar de mantelzorg. In dat onderzoek, zonder daar nu al te diep op in te gaan, is gebleken dat er nog heel veel te doen en nog heel veel te verbeteren is. We verzoeken dan ook aan de voorzitter, dat hebben we niet in een motie of in een amendement vertaald, maar wellicht dat u daar gewoon mondeling uw toezegging op kan doen, dat de verbetervoorstellen die de komende periode, de komende maanden tot aan het najaar zullen worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan, dat die daar waar ze geld kosten, en ik denk dat al die verbetervoorstellen niet gratis zullen kunnen en niet uit de bestaande middelen, dus daar waar het geld kost, om die vooral ook in de begroting en ook meerjarig vanaf 2018 mee te nemen, voorzitter. En dat is meteen dus een vraag om zo dadelijk te vernemen wat het college daarvan vindt. En tot slot, voorzitter, hebben wij een amendement voorbereid. Dat amendement gaat over het verhogen van de subsidie voor het Bostheater. Het is namelijk zo dat het Bostheater behoorlijk actief bezig is met het laten groeien van de activiteit van het Bostheater. En ze werken als een dolle, zou ik bijna willen zeggen, aan hun naamsbekendheid. En dat is heel erg goed om die parel voor Ommen tot verdere volwassenheid te brengen. Voor die groei, en dan denkt u, of kunt u denken aan grotere optredens van grotere, betere, ruimere artiesten, is in het bos niet een installatie nodig die 25 ampère aan kan, maar 80 ampère. En dan kan je zeggen van ja, zou je dat niet kunnen huren? Dat is natuurlijk een optie incidenteel, maar als je wilt groeien, als je dat vaker doet, is er besloten om dat om te zetten tot een investering voor een kast waar 80 ampère door verzorgd kan worden. Die kast blijkt jaarlijks een hogere vaste last, en dat betekent dus structureel, komt ieder jaar terug, van iets meer dan 2000 euro te vragen. En wij vinden het verstandig om deze parel van Ommen daardoor te ondersteunen met een bedrag van 2000 euro jaarlijks bovenop het bedragje aan subsidie wat ze al krijgen. En daar hebben we een abonnement voor opgesteld, zoals gezegd. En die krijgen we meestal keurig netjes schriftelijk aangereikt van de griffier, dat is nog niet gebeurd. De toelichting en overwegingen, voorzitter, heeft u verzocht om die niet te doen. Dat heb ik zojuist al mondeling een beetje toegelicht. Dus ik besluit me tot het dictum. De Raad van de Gemeente Ommen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders enzovoorts, besluit de kadernota 2018 gewijzigd vast te stellen als richtinggevend document ter voorbereiding van de programmabegroting 2018. In het voorliggende besluit punt 2, de voorgenomen voorstellen heet dat, en dan het onderdeel structureel, daaraan toe te voegen, subsidieverhoging Bostheater van 2000 euro. De financiële effecten hiervan mee te nemen in de meerjarenbegroting 2018-2021. En was nog niet getekend, maar nu wel. En bij deze, alsjeblieft. Ja, voorzitter, en dan staat er ten leste nog bij mijn aantekeningen iets wat ik eigenlijk niet ga doen, maar ik wil het toch even noemen. Ik verkeerde in de veronderstelling dat wij als eerste fractie namens alle fracties een amendement zouden indienen om de opkomstbevordering voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een financiële impuls te geven en te proberen dat tot een wat hoger plan te brengen. En een uurtje geleden, tot zelfs een 5 minuten of een kwartier geleden, begreep ik dat vele fracties, wellicht alle, dat weet ik eigenlijk niet, er niet voor kiezen om die opkomstbevordering verder financieel te steunen. Dat vinden we op zich heel erg jammer. De fractie van de VOV was daar op zich wel voor. Maar ik ga dus niet dat amendement namens alle fracties indienen omdat het niet gesteund wordt. Sterker nog, we gaan het amendement helemaal niet indienen, want er bleek voorafgaand aan deze vergadering al geen meerderheid voor te bestaan, voorzitter, en dan heeft dat geen zin. En daarmee, voorzitter, besluiten wij onze eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel. Uw motie is ingediend, wordt afgedraaid, denk ik, en is onderdeel van de beraadslaging. Dan gaan we nu naar de minst grote coalitiefractie. Dat vind ik onaardig klinken, maar ik moet even helder zijn dat wat ik net bedoelde niet helemaal overkwam. Meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, de minst grote, dat klinkt op zich al wel positief, vind ik trouwens.
op dit moment. Dat had ik ook. Voorzitter, de kadernota. Het is net ook al gerefereerd. Een sobere kadernota, enerzijds door de financiën en anderzijds door het feit dat volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. En er is aan de nieuwe raad om de kaders te gaan stellen voor de komende jaren. Voorzitter, een belangrijke doelstelling in het raadsprogramma 2014-2018 betrof en betreft de bouw van de sociale huurwoningen in het havengebied en de Vlierlanden. Wij zijn ook blij met het versnellen van de woningbouw in de bovengenoemde wijken en in combinatie met woningstichting De Veste. Ook de grote kaveluitgifte in de Vlierlanden bewijst dat Ommer een aantrekkelijke stad is om te wonen. Het raadsprogramma bevat ook doelstellingen voor duurzaamheid. De raad heeft hiervoor het meerjarenprogramma Duurzaam Ommer 2015-2018 vastgesteld. En voor fase 2 van de Vlierlanden komt er een voorstel om te bepalen of op welke wijze er extra duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Excuses. Graag willen wij de mogelijkheden voor bijvoorbeeld aardgasloos bouwen hierbij betrekken. Voorzitter, in de bestuursrapportage wordt een aantal voorstellen gedaan. Bij de bijstandsverlening wordt een hogere uitkering vanuit het Rijk verstrekt dan begroot. En het aantal gemeentelijke uitkeringen stijgt. En extra bemiddeling op vacatures is dan ook gewenst. Voorzitter, door de aangenomen motie van de Partij van Arbeid over armoedebestrijding onder kinderen ontvangt de gemeente om structureel €55.000 per jaar. De behandeling over de zogenaamde kleinsmaakgelden staat op de agenda voor 6 en 20 juli. En we horen dan ook graag wat er tot nu toe met het geld is gerealiseerd. En bij de bijeenkomst van de klankbordgroep Sociaal Domein is tevens de mogelijkheid geopperd voor aanschaf van laptops van kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Ook hiervan vinden wij graag de stand van zaken. En daarnaast, voorzitter, even duidelijkheid dat dit geoormerkt geld is, die kleinsmaakgelden. En de halve, wat ons betreft, ook niet bijvoorbeeld wordt ingezet voor mobility, mentoring, cursussen voor ambtenaren, maar duidelijk waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Door de aantrekkende economie en de verkoop van grond op de Rolbrink is een groei van de werkgelegenheid in Ommer. En Ommer wil zich actief inzetten op het verminderen van het aantal bijstandsgerechtigden. De gemeentelijke begroting kent ook een reïntegratiebudget. Er zijn dus middelen beschikbaar. En met de jaarrekening hebben we al kunnen constateren dat er sprake is van een structureel overschot op de reïntegratiemiddelen. De vergrote werkgelegenheidskansen geeft ook ruimte voor financiële opgaven zoals nieuw beschikt werken. Door de landelijke afbouw van de WSW. Tegelijkertijd wordt in de kadernota dit opgenomen in de risicoparagraaf. En ik weet dat er al een technische vraag over is gesteld, maar graag nog iets meer duidelijk welke risico's daarmee worden bedoeld. Voorzitter, er wordt budget gevraagd voor de training van Mobility Mentoring. Dit ondersteunen wij van harte. En daarnaast is er al veel gesproken over de overschotten, zogenaamde overschotten in de zorg genomen. En het college heeft ook al laten berekenen dat wij binnen het sociaal domein in totaliteit meer uitgeven dan er binnenkomt. Voorzitter, een aantal maatregelen. Ik neem de bestuursrapportage gelijk mee. Conform het behandelvoorstel zoals wij dat hebben gekregen. Voor de aanleg van de brink in Varssen wordt een extra budget gevraagd van €10.000. Bovenop de reeds toegezegde €10.000. Dit in verband met een aangepaste ontwerp voor een vleermuisvoorziening. Nu laat het zich aanzien dat er nog eens €10.000 nodig is. Wij willen niet eens uitrekenen wat dit kost per vleermuis, voorzitter. Voorzitter, tot slot de verkeersvisie. Bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma Verkeersvisie ligt er een aangehouden motie van de Partij van de Arbeid over het aanpak van het kruispunt Schevel-Roosstraat, Kievitstraat en Danteweg. Mede door de bouw van de kindpleinen op de locatie van de Dillenkamp Coloriet en de uitbreiding van de sporthal de Carousel wordt de druk op dit kruispunt groter. Om de financiële effecten van deze motie, die betrekking heeft op het niet overgenomen voorstel verkeersplan Sporthal en Kindplein Vest te borgen in de kadernota, hebben wij een amendement voorbereid. En die zal ik dan zo meteen voorlezen. En voorzitter, dit amendement heeft dus betrekking op de aangehouden motie, die voor volgende week op de agenda staat. Daarbij opgemerkt dat de motie nog wordt aangepast. Op zodanige wijze dat wij het college opdracht geven om te komen met een drietal varianten voor het veiliger maken van genoemd kruispunt, waar uiteraard een beslissing kan nemen. Voorzitter, dan dit amendement. De Raad van Ommer bijeen.
Besluit. De kadernota 2018 gewijzigd vast te stellen als richting document ter voorbereiding van het programma begroting 2018. In het voorliggende raadsbesluit bij B2 toe te voegen. 2b het veilig maken kruispunt Chevreloosstraat, Kiepjesstraat, Danteweg. Investering planvorming 2018. En de financiële effecten ervan mee te nemen in de meerjarenbegroting 2018-2021. De toelichting, de raad wenst dat de kruispunt, bovengenoemd kruispunt, veiliger wordt gemaakt, vooral voor het fiets- en voetgangersverkeer. En het college wordt gevraagd om hiervoor met een voorstel van aanpak te komen. Dit komt aan de orde bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma Verkeersvisie 2030 in de raad van 29 juni 2017. De daarvoor benodigde financiën wil de raad alvast borgen via de kadernota uit 2018. En in bijlage 2 van de kadernota, de niet overgenomen voorstellen door het college, staat bij het project Verkeerspand Sporthal en Kindplein West. De plankosten 90.000. En bij het project Realisatie Verkeerspand Sporthal en Kindplein West de uitvoeringskosten van 360.000. En via de amendement wil de raad deze voorstellen wel honoreren. En ik zal hem dan ook nu gaan tekenen. Voorzitter, dat is zover de eerste termijn. Dank u wel. Goed, amendement ingediend maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dan gaan we naar de volgende oppositiepartij in grootte. De LPO, meneer Bongers, doet u dat? Ja, dank u wel, voorzitter. Ligt het aan mij ogen? Het beeld lijkt me niet helemaal scherp, maar... Komt er ervan. Voorzitter, kadernota 2018. De... Oei. Toppie. Ik ga snel van start, voorzitter. De kadernota dient als richtinggevend document voor de programmabegroting van 2018 en kaderstellend voor de daarop volgende 3 jaren. Terecht stelt het college zich terughoudend op met nieuw beleid. Dit vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, maar vanzelfsprekend ook een gevolg van de beperkte financiële ruimte. Op basis van de door het college voorgestelde meerjarenbegroting zien we dat er de komende jaren weer een beroep wordt gedaan op de reserves. Vorige sprekers gaven dat ook al aan. Om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen, die zijn niet sluitend, maar die maken we sluitend, moet het tekort aangevuld worden en maar liefst met 1,7 miljoen euro uit de spaarpot van Ongen. Dit ondanks het feit dat de economische verwachtingen voor Nederland en dus ook voor Ommen bijzonder gunstig zijn. Wellicht dat de meevallen die nu van het Rijk hier in enige verlichting kan brengen. In dit verband is de opmerking van de wethouder van Financiën, de heer Schelen, in de pers dat de eerste tekenen van financieel herstelbaar zichtbaar zijn uiterst merkwaardig en suggereert een te mooi beeld van onze financiële situatie. In de eerste bestuursrapportage 2017 is er een voorschot genomen van 1,6 miljoen euro door vrijval van de voorziening Robbrink. En dat midden in het boekjaar. Vreemd. Dit komt begrotingstechnisch natuurlijk heel mooi uit, maar de LPO zou deze vrijval graag gesteund zien door realistische verkopen met waardes en een goedkeuring van het account. En dan, voorzitter, ja... Ik heb het maar onderwerp genoemd, pannenkoeken aan de vecht. Lekker, ja, maar mevrouw Bakelaar, we moeten nog even wachten. Bij de behandeling van de jaarrekening van 2016, enkele weken geleden, oftewel 1 juni, heeft de LPO geïnformeerd naar de status van een aantal en vorderingen van een aantal bouwterreinen. Zoals de verkoop van de boerenerven, maar ook de start van het paviljoen aan de vecht. U weet wel, die zou er in 2014 al komen, 15, 16, 17. Maar ja. Het college zegt het toen toe om middels een raadsbrief een integraal overzicht te geven van alle lopende en niet lopende bouwprojecten. De raad is nog niet geïnformeerd of er verschuint huis aan huis de glossie vecht voor het centrum, uitgave 6 juni 2017. En wat schetst onze verbazing? De vermelding de bouw van het paviljoen start niet eerder dan tweede kwartaal 2018. Vreemd. In de vorige glossie, juli 2016, stond nog te lezen: voor het toeristenseizoen 2017 is het dus een bijzondere horeca gelegenheid rijker.
Waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd? En wat is de reden dat de bouw van het paviljoen wederom is uitgesteld? Ik breng u in herinnering dat bij de herziene afspraken van met de projectontwikkelaar in 2015 1,1 miljoen extra door de gemeente opgehoest moest worden. Moet ik even stoppen? Oké. Onder de voorwaarden dat er in 2015 uiterlijk 3 maanden na het goedkeuring van de Raad gestart zou worden met de bouw. 2015. En wat schetst onze verbazing, voorzitter? Gistermiddag verschijnt er een raadsbrief over de vorderingen van het paviljoen. Op verzoek, wat er al heel lang lag, van 30 maart door de projectontwikkelaar, wordt om uitstel van de bouw van het paviljoen gevraagd. En nu pas wordt de Raad geïnformeerd, en wel nadat de LPO hier vragen over heeft gesteld. Een verzoek om logistieke en commerciële en financiële redenen in de Raad... En wel om logistieke en commerciële en financiële redenen. En wel nadat de LPO hier vragen over stelt, dat had ik al gezegd. Een verzoek om logistieke, commerciële en financiële redenen. In de raadsbrief wordt vermeld dat daarnaast heeft Artica een principeovereenkomst met een exploitant van de horeca van het marktgebouw voor de exploitatie van het paviljoen. Ik citeer. Om het risico van gedwongen beëindiging van de exploitatie te beperken, is gelijktijdige start van de zaak in het marktgebouw en paviljoen niet gewenst. Wat een kletskoek. Omme moet maar wachten, omdat de projectontwikkelaar geen risico's wil lopen. Wel de lusten, maar niet de lasten voor de projectontwikkelaar. Graag willen we daar toch wel even uitleg over, voorzitter. Een ander bouwproject, voorzitter. Een leuk ontwerp waarop het lijkt dat de HEMA gaat verhuizen. Van de Brugstraat naar de Varsende Straat. Maar wat gaat deze verhuizing betekenen voor de economische ontwikkeling aan de Brugstraat? Ook hier dient de Raad actief door het college geïnformeerd te worden. Een ander aspect bij de verhuizing van de HEMA is het aantal parkeerplekken rondom de HEMA. De LPO deelt de zorg van de direct betrokken ondernemingen aan de Varsende Straat, Varsende Poort en Markt met betrekking tot de parkeergelegenheid in de nieuwe situatie. Naast de argumenten en het empirisch onderzoek van de betrokken ondernemingen was er altijd al de afspraak dat de gemeente Ommen 23 parkeerplaatsen zou kopen onder het nieuwe gebouw. Dat nieuwe gebouw wordt dus nu de HEMA, het HEMA-gebouw. Waarom worden er geen extra parkeerplaatsen door de gemeente gekocht, zodat daar weer extra ruimte ontstaat? Terwijl het in de eerdere plannen wel toegezegd is, staat ook op schrift. Dus graag een concreet antwoord. Waarom worden er geen 23 parkeerplaatsen onder het nieuwe gebouw van de HEMA gerealiseerd door de gemeente? Wij roepen dan ook het college op om met de betrokken ondernemers in overleg te gaan en met een adequate oplossing te komen voor de parkeerproblematiek. Wanneer die bereidheid van het college er niet is, zal de LPO hiertoe een motie indienen. En tussen haakjes, hoe staat het met het speeltuintje in het centrum? Maar dat tussen haakjes. Voorzitter, we hebben al vaker aandacht voor gevraagd voor het stijgen van het aantal bijstandsgerechten. En meerdere collega's hebben daar ook al naar verwezen. Er wordt wel weer extra budget gevraagd voor ondersteunende technische hulpmiddelen als software en capaciteit. Maar we zien geen echte plan van aanpak. Laat staan een concrete doelstelling om het aantal bijstandsgerechten terug te dringen. Vreemd erbij is dat tevens op diverse plaatsen in de kadernota extra geld wordt gevraagd voor extra personele inzet, zoals bijvoorbeeld bouw- en woningtoezicht, operatie BHP, schakelfunctie omgevingsdienst, bestuursdienst. Hoe staat het in dit verband met de bijstandsgerechtigden en de boventalligen binnen de BOA? Zijn die niet inzetbaar? Verder vindt de LPO dat er best geïnvesteerd mag worden in extra handhavingscapaciteit. Er is een enorme diversiteit aan wetten en verordeningen en dat vraagt ook om voldoende capaciteit voor extra toezicht en handhaving. Denk hierbij aan parkeren op de blauwe kaart, motoren op de fietspaden, openbaar gebruik alcohol en drugs, sluitingstuiten, horecagelegen en sportclubs, vrachtverkeer waar niet toegestaan is, zoals Juliana Schuringstraat of de Zeeseweg. Kortom, er valt een hoop te doen. Ja, voorzitter, nu we het toch over verkeer hebben, er zal links of rechts een veilige oversteek Hessenweg West en de N34 moeten komen.
Wij verzoeken het college dan ook hier maximaal in te spannen. En mocht er financiële bijdrage van de gemeente om en noodzakelijk zijn, dan zal de LPO daar positief kritisch, zal deze positief kritisch bekijken. En overigens, wat ons betreft, kan de lang verwachte Brink en Varsen wel doorgaan. Voorzitter, last but not least. De verkeersafwikkeling rondom de Vegbrug, een doorn in het oog van de bevolking, toeristen en passanten. Met name voor de fietsers is er dringend behoefte aan een eenduidige en veilige verkeerssituatie bij de brug. Als het college na 4 jaar bestuur echt een goed visitekaartje wil achterlaten, komt ze met een concreet plan voor de begroting van 2018. De LPO wacht in spanning af. Dank u wel, voorzitter. Dan gaan we nu naar de volgende grote coalitiefractie, meneer De Vries Robbers van D66. Hij gaat in één keer goed. Voorzitter, leden van de raad. Bij de vierde en alweer laatste kadernota van de huidige coalitie lijkt het erop dat Nederland en dus ook Omme met een ander perspectief naar de komende jaren kijkt dan voorheen. Nederland lijkt een stabiel groeipad voor de boeg te hebben tot in ieder geval 2019, als we de rapportage van de Nederlandse Bank mogen geloven. Voor dit jaar 2,5%, voor volgend jaar ruim 2% en voor het jaar daarna vrijwel 2%. Dat zijn mooie cijfers. Voor Omme komt die omslag op het juiste moment. Want zoals in onze bijdrage bij de vorige katernota gememoreerd, staat voor D66 voorop dat de begroting de komende jaren liefst meer dan alleen structureel sluitend dient te zijn. Inclusief incidenteel zou er sprake moeten zijn van een positief saldo om de algemene reserve te kunnen laten groeien. Voor 2017 ziet het er na de eerste BRAP nog goed uit. Ook al wordt het overschot veroorzaakt door een incidentele meevaller, namelijk de reeds gememoreerde vrijval van de voorziening Rotbrink. Maar die is wel degelijk gebaseerd op reeds gerealiseerde verkopen en de risico-inschatting maakt deze vrijval mogelijk. Maar voor de 4 jaren daarna wordt een surplus op structureel inclusief incidenteel slechts voorzien voor 2019. De structurele begroting vertoont wel een positief saldo, maar incidenteel zijn er nog te veel grote minposten. Dat moet wat ons betreft beter. Het past ons als coalitie natuurlijk om beleidsarm naar 2018 te kijken. Immers in maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het is aan de nieuwe coalitie om dan het te voeren beleid in te vullen. Daarom is de huidige kadernota beleidsarm. Overigens kan dat ook zonder noemenswaardig risico, omdat het huidige college van BMW het naar aanleiding van het coalitieprogramma tot stand gekomen college-uitvoeringsprogramma voor een belangrijk deel tot uitvoering heeft gebracht. Van krachtig de handen in één naar daadkrachtig en duurzaam in dialoog is voor een groot deel al gerealiseerd. Dat neemt niet weg dat er wat ons betreft een viertal thema's vragen om uitwerking, ook al in 2018. Als eerste ligt daar de uitdaging van de toenemende samenwerking in gemeenschappelijke regelingen, waar het voor de gemeenteraad niet altijd mogelijk is om inzicht te krijgen hoe en in welke mate zij haar controle en invloed kan aanwenden op de koers van die samenwerking. Dat geldt voor 2018 natuurlijk voor de RUT. We zien ook al toename van de middelen die daarvoor moeten vrijmaken. Alleen al voor de afstemming tussen het bevoegd gezag van de BOH en tussen het bevoegd gezag en de BOH enerzijds, dus onze gemeente en de BOH, en de RUT anderzijds, hebben we een schakelfunctie nodig en die kost ons de komende jaar 20.000 euro. De invoering van de RUT is echter onomkoombaar en we kunnen dan ook de middelen daarvoor niet achterhouden. Wel roepen we het college op om ons als raad nadrukkelijk mee te nemen in de afwegingen die in het samenwerkingsverband gemaakt worden over de inzet en de noodzakelijkheid van de gemeentelijke bijdrage. Ook voor de BOH geldt er dat er onder andere door uitbreiding in de wettelijke taken extra middelen nodig zijn. Maar voor de BOH geldt dat we de samenwerking met Hardenberg verder moeten uitwerken en intensiveren, zonder het F-woord te gebruiken. Kan het college ons aangeven
of dat met de huidige bij deze kadernota voorgenomen middelen gerealiseerd kan worden? Of moeten we daar ook extra geld voor beschikbaar stellen? En dan ligt nog het derde belangrijke thema van de kapitaallasten en de noodzakelijke investeringen in de komende jaren in gebouwen en civiel-technische werken. Bij de kadernota nog niet inzichtelijk, maar de financiële implicaties moeten we bij de begroting toch echt wel op waarde kunnen schatten. We willen zeker geen begroting in het najaar vaststellen met een fikse hypotheek naar de toekomst. Kan het college ons tijdig voor de begroting de consequenties van een en ander inzichtelijk maken? En is er op voorhand al iets te zeggen over de verwachte impact? Als laatste belangrijk thema ligt voor 2018 voor de doorontwikkeling van het sociale domein en de uitwerking van de monitor sociaal domein. In de kadernota wordt daar vrijwel niets over gezegd. Kan het college ook hier aangeven of er voor de door ons voorgestane en voorgenomen uitwerking op dit belangrijke onderwerp voldoende middelen beschikbaar zijn? De lijst met onderwerpen die niet overgenomen zijn in de kadernota is lang en er staan toch wel zeer gewenste thema's op. Van een ervaren wethouder financiën kan verwacht worden dat hij in het voorstel van de kadernota wisselgeld ingebouwd heeft. Zo is immers het spel. Daar willen we dan in ieder geval een beroep op doen voor een al heel lang bediscussieerd onderwerp. We zullen als coalitie een gezamenlijk amendement indienen voor het hondenbeleid. Ook een tweede onderwerp kunnen we nu al benoemen en dan refereren we aan extra toezicht handhaving. Daar zullen we in tweede termijn, afhankelijk van de beantwoording van het college, in eerste termijn op terugkomen. Ik dank u voor uw aandacht. En ik zal het amendement rondom het hondenbeleid nog even voorlezen. De Raad van de Gemeente Ommen, et cetera, wenst de kadernota gewijzigd vast te stellen en in het voorliggende raadsbesluit bij punt 2 structureel toe te voegen hondenbeleid structureel. De kosten kunt u in het amendement zien. En bij punt 2 ook toe te voegen incidenteel, hondenbeleid incidenteel. En de financiële effecten mee te nemen in de meerjarenbegroting 2018-2011. Dank u voor uw aandacht. Ik begrijp dat handtekeningen worden gehaald bij fracties die dit ondersteunen. En dan krijgen we hem zo wel binnen. Vindt u het goed dat we verder gaan met de volgende spreker? Ja? Dan gaan we naar een vrij grote fractie, de ChristenUnie. Meneer Van der Moren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Vandaag behandelen we de eerste bestuursrapportage 2017, de kadernota 2018 en de resultaten van de meicirculaire die we zojuist hebben ontvangen. En in onze beschouwingen zullen we als ChristenUnie wat algemene opmerkingen en kanttekeningen plaatsen en bij een paar specifieke punten nog de vinger leggen. En om de spanning, meneer de voorzitter, maar meteen weg te nemen, wij dienen geen moties in, we dienen ook geen amendementen in en wat we gaan steunen, dat laat de geschiedenis vanmiddag verder wel zien. Laten we maar beginnen met het eerste stuk in de bundel, de eerste bestuursrapportage van dit jaar. Er zitten twee voorstellen in. Het eerste voorstel als tweede genoemd, geen gebruik te maken van het indienen van de zienswijze bij het voornemen van een begrotingswijziging POH en de vaststelling van de achtste begrotingswijziging 2017 van de gemeente Ommen. Met het eerste voorstel zijn we wel akkoord, bij het tweede hebben we toch wel een paar opmerkingen. En dan stellen we ons eerste vraag, in ieder geval die hebben wij ons gesteld, wat is eigenlijk het doel, de bedoeling van de bestuursrapportage? En het antwoord daarop luidt, meneer de voorzitter, informatie over de bijstelling van de begroting van het lopende jaar. Wanneer vindt de bijstelling plaats? En alweer het antwoord, pas de begrotingsdoctrine toe. En hoe luidt die doctrine dan wel? Nou, er zitten een stuk of 7 onderdelen en we pakken daar eentje uit. Tussentijdse wijzigingen alleen dan, indien onvermijdelijk en onuitstelbaar, ik hoor het de wethouder nog zo zeggen. Over de nieuwe opzet van de rapportage zijn we zeer te spreken. Over de inhoud, zeg maar de verwoording van de uitvoering van de programma's, iets minder. Met Ommen gaat het in financiële zin een heel stuk beter. Ook al hebben we nog niet veel vlees op de botten. En dat kunnen we zeker de laatste tijd in allerhande toonaarden horen en lezen. Maar kijken we heel eenvoudig naar de bijstellingen in deze bestuursrapportage, meneer de voorzitter. Dan zien we alleen maar minnetjes.
De meicirculaire pakt goed uit voor Ommen, gelukkig gunstig, zodat het eindresultaat iets minder min wordt. Maar min blijft het. En als we dan even doorkijken naar het verwachte verloop van de algemene reserve, dan neemt die in de komende jaren alleen maar af. Maar even terug naar de begrotingsdoctrine. Een paar voorbeelden van onvermijdelijk en onuitstelbaar. Bestrijding eikenprocessierups, al jaren een crime. En dan nu opeens onuitstelbaar. Wellicht om voor de hand liggende redenen vorig jaar onvoldoende begroot misschien. Niet erg geloofwaardig en bovendien, als we de tekst moeten geloven, ook al uitgegeven. Merkwaardige gang van zaken, meneer de voorzitter. Een aantal andere onderwerpen, we noemen bijvoorbeeld het verkeersbesluit Junneweg, vliegveld, Lelystad, die worden terecht op deze plek genoemd. Daar kunnen we alles bij voorstellen. Kortom, het blijft naar de mening van de ChristenUnie wel degelijk de moeite waard om nog planmatiger te werken en serieuzer met onze eigen veelgeprezen doctrine om te gaan en die niet maar toe te passen als het het beste uitkomt. Waarom de tekst over de renovatie van het gemeentehuis is opgenomen, is onze fractie niet duidelijk. Uit de beantwoording van de terechte vraag van het CDA en VVD hierover bleek die activiteit pas in 2022 plaats te vinden. En even vreemd is het om nu al niet alleen te spreken over een extra budget in 2018 voor vergroting van kennis op het gebied van bouw- en woningtoezicht, maar de betreffende €22.500 ook al te verwerken in de bijstelling 2017. Voor de goede orde, we hebben het niet over een kadernota, we hebben het hier over bestuursrapportage 2017. En tot slot, wat dit onderdeel betreft, het resultaat van de bijstelling in de bestuursrapportage. Het raadsvoorstel noemt verschillende bedragen. En we bedoelen hiermee dan ook echt dat de bedragen verschillen. We hebben daar ook een technische vraag over gesteld, evenals de VVD. En dan gaat het over de getallen, over de cijfers. 738.000, waar 741 wordt genoemd. Het antwoord dat wij kregen luidt dat de cijfers 741.000 en 172 de juiste zijn. Dat levert op zich wel weer een nieuwe vraag op, want de genoemde optelling van de afzonderlijke cijfers, die klopt namelijk wel. Met andere woorden, er moet ergens in de programma's of in een programma een verschil zitten. En waar dat zit, dat is ons niet duidelijk, maar het klopt niet. Of is het een kwestie van afrondingsverschillen? Dat zou misschien kunnen. Wel hoog, maar het kan. Na de bestuursrapportage treffen wij twee bijlagen aan die naar ons idee een beetje tussen de bestuursrapportage en de kadernota inhangen. Een wat opvallende plaats, maar goed, het zijn bijlagen, waarbij dan ook. Overigens viel het op dat, in ieder geval ons, hoeveel kabbelende tekst en wervende tekst er ook gebruikt is voor de kadernota. Over de plannen van het Laar blijft het oorverdovend stil. En zeker gelet op de bedragen die met dit project in de komende jaren gemoeid zijn, sowieso al, zijn wij heel benieuwd naar de stand van zaken en dan uiteraard vooral wat de financiële impact betreft. Hij wordt nergens genoemd. En als je nou toch vooruitblikt, dan zouden we eigenlijk hier wel wat meer over hebben verwacht. Dan de kadernota 2018 zelf. In het raadsvoorstel lezen we een prima beschrijving van de kadernota. Een richtinggevend document ter voorbereiding van het programma begroting 2018. Wanneer je op je in laat werken wat eigenlijk de waarde kan zijn van de uitwerking van de voorstellende kadernota, wat die uitwerking werkelijk gaat inhouden, dan heeft het naar onze mening niet veel om het gemeentelijk lijf. In wezen komen de voorstellen neer op het netjes afhandelen van lopende en nodige zaken. Wel natuurlijk rekening houden met suggesties vanuit de Raad, welke speelruimte heeft die trouwens, en vanuit de samenleving, waar was die trouwens. Het voorwoord laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Argument 1 voor de gematigde opzet van de kadernota. We zijn in het laatste jaar voor de verkiezingen aangekomen. Argument 2. Dus ook niet over je bestuurlijke graf heen willen regeren. Argument 3. Er is weinig financiële ruimte voor nieuwe en extra taken. Argument 4. Het financiële meerjarenbeleid is onzeker door de landelijke ontwikkelingen. En wij vullen dan nog maar een vijfde argument aan. Dat de verwachte terugloop van de al eerder genoemde algemene reserve ook niet bepaald bijdraagt aan een rooskleurig financieel toezicht voor Ommen. Zien wij het goed, meneer de voorzitter, en wij zien het goed,
dan houdt deze passage in het voorwoord tegelijk een overduidelijke boodschap in voor de vormen coalitie volgend jaar, in welke samenstelling dan ook. Dat wordt nog onderstreept als je kijkt in de vooruitblik waar het gaat over vlees en de botten, ook al eerder genoemd. Het viel ons op dat de kadernota ook een soort testament van de Raad 14-18 is. Er wordt gesproken over, in deze periode is een aantal zaken goed uitgevoerd. Die termen geven daartoe aanleiding tot zo'n gedachte. Natuurlijk mag je behaalde resultaten noemen, maar laten we ook even beseffen over welk soort document we het hier hebben. En kennelijk willen we voor Dalfsen niet onderdoen. Dalfsen heeft een spuitende fontein en wij een bruisend centrum. Laten we eerst maar eens proberen een levendige binnenstad te krijgen, meneer de voorzitter. Grote daden doen het altijd nog beter dan grote woorden. En goede ontwikkelingen, die hebben we gelukkig ook hier in Ommen. Hoewel het pemperen, zo bleek in de laatste dagen, pemperen van Attica nog niet afgelopen lijkt. En de verdere aankleding van Ommen met een jaar is uitgesteld, helaas. We zeiden al zo even dat we de term richtinggevend documenten prima beschrijving vonden. We hoeven dan ook niet zo zwaar te tillen aan de passage over de actualisatie van de toekomstvisie van Ommen. Wie de raadsbehandeling heeft meegemaakt, die weet wat deze passage, en wat de conclusie betreft tenminste, achterhaald is. Zeker is te waarderen dat er goede bijeenkomsten zijn geweest waarop veel inbreng vanuit de samenleving is geleverd. We willen afsluiten, meneer de voorzitter, met waardering voor de leesbaarheid van de stukken. Keerzijde is wel dat er niet altijd de genoemde cijfers te traceren zijn. En dat roept dan weer op zich vragen op. En we noemen een voorbeeldje. We hebben er geloof ik al één genoemd, maar we noemen er nog één. We doelen bijvoorbeeld op de laadpalen waaraan de gemeente Ommen maximaal €250 per paal bijdraagt. In totaal voor 20 palen dus €7.000. Of niet? Dank u. Dank voor uw bijdrage vanuit de ChristenUnie. Ik constateer dat u midden in het motorblok zit. Als je goed naar dat lijstje kijkt. En in uw geval zou ik willen spreken van een BMW R75 boxermotor. Probeert u maar eens. We gaan naar een andere grote partij, dat is de VVD. Mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. In het kader van het kan hoger, kan het ook inderdaad ook nog groter. Dank u wel, trouwens. Geen idee, ik heb geen verstand van motorblokken. Maar dat zal vast nog wel in de pauze toelichting opkomen, want dan gaat het pas echt leven. Net zoals het bruisende Ommen, waar we straks in de zomer weer heel veel plezier van kunnen gaan krijgen, meneer Van der Mooren. Want de aankondiging van alle koopzondagen hebben we alweer langs zien komen, dus het zal het gaan bruisen. Goed, laten we ons richten op onze bijdrage van de beschouwingen van de eerste BRAP en de kadernota 2018. Wij stellen andermaal vast dat de leesbaarheid van de stukken steeds verbetert, maar ook we zijn er nog niet. We blijven aandacht vragen voor die foutjes, de ChristenUnie deed dat net ook al, zowel textueel als cijfermatig. En misschien is het toch eens handig, mede gezien het feit dat we ook al eens een keer als raad aandacht hebben gevraagd voor onze manier van begroten en de leesbaarheid in die stukken, om daar eens een keer een aparte avond aan te besteden. Volgens mij is dat bij heel veel alweer weggezakt, maar dat hebben we al eens vaker gevraagd. En dan zouden we best wel eens weer aan de hand kunnen doen van zo'n begroting en van zo'n BRAP. Waar lopen we nou tegenaan in het lezen? En wat doet dat nou met ons van het begrijpen van de begroting, ook voor de mensen en de kadernota en de BRAPs voor de mensen die buiten de raad zitten? Want het is ook de bedoeling dat de burgers het mee kunnen lezen. Even nog bedankt natuurlijk voor het beantwoorden van onze technische vragen. We hebben daar nog even twee opmerkingen over. We hebben een vraag gesteld over de resultaten van de regio Zwolle. U geeft aan terecht dat daar jaarverslagen van zijn. Maar niet iedereen heeft in de gaten wanneer die vrijkomen. Dus het zou ons heel wat waard zijn dat zodra ze er zijn, dat ze ook even in ons raadsinformatiesysteem geplaatst worden. Om te kunnen zien wat er gebeurd is met de centen die we daaraan besteden. Daarnaast hebben we ook vragen gesteld over de structurele extra middelen voor afhandeling van bouwaanvragen. U weet hoe kritisch wij daarin zijn. En daar waren ook extra moeten betalen, omdat wij ook al extra moeten betalen aan de RUD. We zullen geen abonnement voor indienen.
Maar wij geven wel aan dat we graag bij de begrotingskosten voor 2018 dit wel beter onderbouwd willen hebben. En al eerder werd er door een fractie aandacht gevraagd voor de sturingsmogelijkheden van de Raad. Volgens mij D66 vroeg daarom. Voor de sturingsmogelijkheden van de Raad daarop. Dan ten aanzien van de BERAP. We hebben verder geen moeite met de voorstellen die u daarin doet. Daar zullen we ook verder geen opmerkingen over maken. We willen nog wel even extra aandacht hebben over het kopje duurzaam ommen. Want u geeft aan een daling van de begrote kosten voor de inzameling van huisvuil bijvoorbeeld. Maar wij verwachten dan ook een keer bij de begroting voor 2018 een positief gebaar naar de burgers met betrekking tot de afvalstoffenheffing. Want het is leuk om te melden dat er een meevaller is, maar die moet dan ook een keer zichtbaar zijn. Vervolgens, dat is nog even een nabrander, voorzitter. Er is per 1 juli een extra subsidie beschikbaar van de ISDE, de nieuwe regeling, waarbij 90 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor lucht- en waterwarmtepompen. En ik meen me te herinneren dat ook de gemeente naar dit soort investeringen wilde kijken bij gebouwonderhoud en dergelijke. Dus ik wou u dat niet onthouden. De kadernota. Ja, hij is beleidsarm, werd al eerder opgemerkt door de VOV. Maar we hebben ook al kunnen horen en ervaren dat we wel de goede kant op gaan, maar nog steeds stevig hier en daar in de min zitten. Dat moet ons niet ontmoedigen om voorwaarts te gaan en te zorgen dat we de boel op orde krijgen. Maar het betekent wel dat we terughoudend moeten zijn in het investeringsprogramma. En ook echt voor moeten gaan zorgen om vlees op de botten te krijgen. Die woordspeling is al eerder gebruikt vanavond. En ook als er een meiscirculaire langskomt die meevalt, moeten we daar zeer zorgvuldig mee zijn. De versnellingsagenda wonen komt eraan. Wij vragen nogmaals aandacht voor de pauzewoningen. Maar wij willen wel u op wijzen dat wij wel zorgvuldig met de locatie om willen gaan. Voordat u overgaat tot aanwijzen of afspraken rondom de locatie, zouden wij toch graag met het college daar een overleg over hebben. Want het betreft wel speciale doelgroepen en we willen toch ook geen overlast hebben, zowel voor de wijk niet. En ook dat die mensen niet zelf in een bijzondere positie komen waar ze zich niet zo happy zullen voelen. Verder vinden wij het goed te lezen vanochtend in de Stentor dat u onze oproep, die wij al zo vaak gedaan hebben als VVD, om eens opnieuw naar die boerenerven te kijken, nu ook staaft met meneer Bongers heeft er waarschijnlijk ook naar gevraagd. Maar wij hebben ook al eens een keer eerder, want hij steekt onmiddellijk zijn vinger op. En als dat zo is, dan neem ik u graag mee in deze constatering. Maar wij hebben daar inderdaad al naar gevraagd, omdat ze blijkbaar niet verkocht werden en de andere erven wel. Of dat niet iets met de prijsstelling te maken had of de manier van inzet. Maar het is goed om te lezen van dat u daarmee aan de slag gaat. En we willen alleen nog even vragen, wanneer komt u daar met een voorstel voor? Wij vragen regelmatig aandacht voor de doorontwikkeling van de BOH. Scherp sturen op de prioriteiten bij deze doorontwikkeling heeft onze voorkeur, maar dan wel uitgaande in eerste instantie van de wettelijke taken. We verwachten dan ook structureel op de hoogte gehouden te worden van de financiële en organisatorische effecten van deze doorontwikkeling. Maar dat is u al bekend. Volgens mij is dit een open deur die al regelmatig is ingetrapt. Dat is misschien wel een stevig woord, maar er is regelmatig aandacht voor gevraagd. Wij zijn tot op heden nog steeds terughoudend bij de investering binnen de verkeersvisie. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Veiligheid, leefbaarheid en doorstroming zijn daarbij de speerpunten. Wel zijn de maatregelen die zonder hoge kosten reeds resultaat kunnen boeken voor ons van grote meerwaarde. Maar het uitvoeringsplan zullen wij volgende week nader toelichten. Handhaving en overlast zijn vaak onderwerp van discussies. Ze kwamen net ook al langs. We hebben een informatieavond gehad over handhaving. Er is een matrix ingevuld. Krijgen wij nog voor de begroting een goede inventarisatie van de gewenste uren en waarop ingezet gaat worden? Nou, er zijn vanavond al door andere fracties, of vanmiddag, het is nog middag, een aantal andere fracties hebben daar ook al op geattendeerd. Gezien de vragen die de RUD nog steeds oplevert, vragen wij nogmaals om een beter overzicht van de taken die door de RUD worden uitgevoerd. Daar heb ik net ten aanzien van de BERAP al iets over gezegd. Bij het positieve geluid over kavelverkoop in Ommen Oost en Haven West misten wij toch echt de ontwikkeling op de overige locaties. Nou, net de boerenerven kwamen al even langs, maar we zitten ook nog met Lemelen. En we gaan er toch echt vanuit dat er bij de MJP die er aankomt, straks bij de begrotingsvergadering, die risico's weer duidelijk in beeld staan. Maar dan ook hoe u daarop in gaat zetten. Want nu u gaat inzetten op de boerenerven, verwachten wij toch ook bij die voorstellen straks een goede inzet op de andere locaties. Vechtdalkompas, dat is een heel mooi sturingsinstrument voor de kansen binnen het Vechtdal. Er zit ook een hele hoop werkgelegenheid in, daar is straks al eerder naar gevraagd. En wij zijn toch nieuwsgierig welke inzet het college op die doelen zet. En wat is er nu reeds bereikt, dat Vechtdalkompas, los van allerlei dingetjes rondom vitaal Vechtdal. Maar dat is maar een klein onderdeeltje van het geheel.
Het op het podium. Een mooi initiatief, maar kan het college voldoende inzetten op management van de verwachtingen? Want zeker gezien de financiële situatie zou het toch wel erg jammer zijn wanneer mensen met plannen komen die we eigenlijk helemaal niet kunnen gaan trekken. Of dat we de weg moeten wijzen hoe ze misschien wel realiseerbaar zijn. Het meerjarenprogramma Duurzaam Ommen loopt af in 2018. Halen wij de doelen en hoe gaan wij verder naar 2018? Bij de niet opgenomen voorstellen staat eigenlijk alleen maar iets van duurzame mobiliteit en asbest. Is een beetje mager. Het nieuwe naberschap is een uitstekende manier om de krachten en mogelijkheden van de inwoners naar boven te laten komen. Belangrijk is wel dat deze mogelijkheden ook zodanig benaderd worden door de ambtenaar dat de kans van slagen ruimschoots aanwezig is. Met andere woorden, een positieve grondhouding en een pashelpende hand indien het echt nodig is. Voortvarendheid is natuurlijk ook erg belangrijk hierin, maar wij verwachten wel van u dat u dit zo gaat oppakken. Prima dat het college een strategische onderhoudsvisie civiele kunstwerken ontwikkelt ten einde met onderhoudsvervanging uit te stellen. Maar hoeveel bruggen van Junne willen wij in de toekomst nog meemaken? Bij de begroting verwachten wij een meerjarenraming voor noodzakelijke vervangingen en grootschalige renovaties. En hiervoor dienen wij een motie in. Wij gaven naar aanleiding van de beantwoording van de technische vraag al aan dat wij niet op voorhand akkoord gaan met het nu al reserveren van middelen voor bouw- en woningtoezicht. De omgevingswet treedt niet voor 2019 in werking en we hebben nog niet in beeld op welke wijze u de kennis en de inkoop gaat regelen en bij wie. Bovendien brengen meer aanvragen ook meer leges op. Het is ons te vaag hoe dit zich verhoudt tot de extra gevraagde capaciteit en de taken die zijn overgenomen door de RUD. Ons bereikten ook de resultaten van de meiscirculaire. We stemmen in met uw voorstellen zoals u deze heeft verwoord in de toelichting. Tot zover onze eerste termijn. En dan zal ik nu nog even een motie voorlezen wat wij het college willen gaan opdragen. Wat we geconstateerd hebben en wat we overwegen, dat is inmiddels duidelijk geworden, neem ik aan. En de raad zal ook de motie krijgen. Wij dragen het college op om bij de begroting 2018 te komen met een overzicht van alle zaken die in de komende jaren, 10 jaar in aanmerking komen voor groot onderhoud of vervanging. En dat is dus breder dan alleen maar gebouwen. Daarbij een overzicht te leveren van de bijbehorende meerjarenramingen. En gaat over tot de orde van de dag en is ondertekend. Ja, moties onbetekend ingediend maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dan gaan we naar het CDA. Last but not least, mevrouw Bakeler. Dank u wel, voorzitter. Gelukkig komt u niet met een motorblok. Dat scheelt dan weer. Voorzitter, dank voor het woord. De bestuursrapportage, collega's zeiden het al, kadernota, daar hebben we het vandaag over. We willen beginnen met de bestuursrapportage. En eerst een algemene opmerking vooraf. Hartelijk dank voor de antwoorden op de door ons gestelde vragen bij de twee stukken. Al waren de antwoorden, voorzitter, voor mijn fractie niet altijd te volgen. En ik kom daarom terug op een aantal vragen in deze bijdrage. De bestuursrapportage, zoals de heer Van der Mooren al zei, geeft de Raad tussentijds inzicht over de bijstellingen van de begroting van het lopende jaar. We worden dan ook als CDA verrast door een stijging van de loonkosten in 2017 door de diverse hogere lasten. We snappen dat sommige extra loonkosten voor nu niet te voorkomen zijn. Toch lijkt de BOH alsmaar uit te breiden en het CDA zet hier vraagtekens bij. Te incidenteel wordt er zowel in de bestuursrapportage als ook in de kadernota aangegeven dat er extra inzet of formatie nodig is of dat een en ander niet binnen bepaalde budgetten thuishoren. Een paar voorbeelden, de heer Bongers heeft ze ook al genoemd, die we gezien hebben en waar we ook vragen over hebben gesteld. Tijdelijke inzet projectleider optimalisatie doelgroepenvervoer. Extra personele inzet in het administratieve proces ten behoeve van de continuering rondom de huishoudelijke hulp. Tijdelijk extra personeel ten behoeve van invoer in het doelgroepenregister. Extra personele inzet bij bouw- en woningtoezicht. Met als reden de woningbouwversnelling die wij omarmen, maar is het nu tijdelijk of definitief deze inzet? Extra kosten behoren bij de accountmanagerbedrijven die in plaats van opgenomen te worden in de BOH, zoals we heel vaak hier afgesproken hebben, nu voor 50% wordt doorbelast op het project de Rotbrink. En die al genoemd is de beroemde schakelfunctionaris. Goed, het CDA wil dit anders, want de komende jaren moet er binnen de BOH wat ons betreft flexibeler en duurzamer gekeken worden naar het zelf opvangen van dergelijke verhogingen. Voorzitter, het betreft hier bedrijfsvoering en daar gaan we als raad niet over, zult u zeggen, maar we gaan wel over de pingels.
In onze bijdrage voor de begroting van de BOH hebben we al aangegeven hoe we kijken naar de ontwikkelopgaven voor de BOH. We kijken dan ook uit naar de presentatie van de gemeentesecretaris, wat ons betreft direct na de zomer, over de ontwikkelingen binnen de BOH. Nog een paar punten vanuit de bestuursrapportage vanuit het CDA. Voor het CDA heeft het ombouwen van de Koe voor de Weg geen prioriteit. We dienen dan ook een amendement in waarin we aangeven dat deze ombouw geschrapt kan worden. Tweede element, de Brink in Varssen. Al eerder genoemd door een van de vorige collega's. U geeft aan voor 10.000 euro redden we het. Is het zo? Het CDA hoort andere signalen. En als laatste voor wat betreft de bestuursrapportage. We hebben begrepen dat het bedrag van Sonar ten laste van de algemene middelen komt. En het CDA is van mening dat dit eigenlijk ten laste van het sociaal domein zou moeten komen. En waarom heeft het college hier niet voor gekozen? Dus we horen graag een reactie. Voorzitter, de kadernota. Nou, een heleboel collega's hebben het al aangegeven. Er is veel gebeurd. Het is een sobere kadernota. Maar ik zei het ook al bij de bespreking van onze jaarstukken in 2016. Het is ook mooi om te constateren dat er weer gebouwd wordt en dat de Rotbrink aantrekt. En dat willen we allemaal. En toch, voorzitter, blijft onze financiële situatie kwetsbaar en broos. We hebben, zo vinden wij als CDA, de juiste stappen gezet. Moeilijke besluiten genomen over het verhogen van de belastingen. Maar zo zien we maar weer, gezien de huidige situatie, is dat ook nodig geweest. En vorige collega's zeiden het ook al, we gaan niet meer geld uitgeven als dit niet nodig is. Ik loop de verschillende programma's even langs. We gaan wat extra punten noemen als CDA die we opgenomen willen hebben. Maar daarbij wel noemend dat het niet per se extra geld behoeft te kosten wat ons betreft. Maar eerder omdenken of in samenwerking met inwoners, andere organisaties, bedrijven op een andere creatieve manier oplossingen zoeken. Kortom, oplossingsgericht werken wat ons betreft. Interactief ommen. Nou, de VOV zei het al, ik had het toch in mijn bijdrage ook genoemd. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. De basispubliciteit is natuurlijk nodig, maar extra kosten voor opkomstbevordering, verhoging is wat ons betreft niet nodig. Wij vinden dat iedere partij dat ook zelf zou moeten kunnen of dat wij dat als partijen samen zouden moeten kunnen organiseren. In ieder geval gaan wij daarvoor als CDA. Een extra investering die we de komende jaren moeten doen, hè, zo geeft u aan, en dat is ook conform de wet en regelgeving, is de investering op het gebied van informatiebeveiliging. Een ontzettend belangrijke, waar we eigenlijk nog maar aan het begin staan van die ontwikkeling. Toch lijkt het ons wel, althans zo, die vraag hebben we, ontvangen we dan nog een inhoudelijk plan over? Of nog een schets hoe u dat voor u ziet en waar we tegenaan gaan lopen en wat dan onze rol als raad ook is? Ja, en dan voorzitter, ik ontkom er niet aan om nog een keer kritische noten te uiten richting de ambtelijke organisatie. En niet iets wat wij geconstateerd hebben, maar onze inwoners. Ik heb het een paar maanden geleden, meen ik ook al, genoemd. En het gaat dan om de schriftelijke kwaliteit en de nauwkeurigheid. En wij hechten daar enorm aan. Want als overheid moet je betrouwbaar zijn. Het is dan ook ondenkbaar wanneer inwoners van Ommen brieven ontvangen die ondertekend zijn van de gemeente Hardenberg. Of brieven die gewoonweg niet te begrijpen zijn. Simpel en eenvoudig schrijven is wat ons betreft nodig is. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat snappen we. Maar zeg wat je bedoelt, schrijf wat je bedoelt. En een tweede element die we heel belangrijk vinden om hier te noemen is... we krijgen vaak van inwoners te horen dat de afstand vrij groot is tot de dienstverlening van ons. En dan niet ons als raad, maar ik noem even ons als BOH. Hè? Dus ons als overheid. En dat is jammer. En daar hebben we natuurlijk zelf ook een taak in, maar ook de BOH. En het lijkt wel alsof de beleefde kwaliteit niet gelijk op lijkt te lopen met de mooie cijfers rondom de publieksdienst of de telefonische dienstverlening. En wij willen dan ook geen onderzoek bijvoorbeeld naar de telefonische bereikbaarheid van de publieksdienst. Dat willen we allemaal niet. Maar we willen wel onderzoek naar hoe onze inwoners in Ommen de dienstverlening ervaren. En we hoeven dus geen rapportage van een groot bureau. Dat willen we niet. We willen liever een stagiair of op een andere manier ook hier weer creatief denken. Hoe kunnen we dat met elkaar misschien doen? Want het CDA wil bepaalde onderdelen meer en meer naar vertrouwd en dichtbij. Waarbij we zeggen maatwerk moet het uitgangspunt zijn. Persoonlijke dienstverlening is en blijft belangrijk. Digitale ook, maar laten we die persoonlijke dienstverlening niet uit het oog verliezen.
Dan duurzaam ommen. De opmars van de behandeling van de eikenprocessierupsen. Het is een schitterend woord. Vervelend diertje. En de laadpalen voor elektrische auto's is wat ons betreft akkoord. Wat nog mist in het hoofdstuk duurzaam ommen is het nieuwe hondenbeleid. Daar heeft collega van D66 al voldoende over gezegd. Veilig ommen. Een ander thema dat we graag actiever terug willen zien, en daar schuiven we aan in die zin bij D66, is ook een stukje handhaving. Maar goed, we hebben daar als meerdere collega's al heel veel over gezegd, alleen nog geen besluiten over genomen. We weten dat er weinig geld is om in te zetten voor handhaving, maar toch willen we wel meer inzet voor handhaving. En als CDA willen we in ieder geval de vraag stellen aan het college: heeft u ook al nagedacht over de inzet van onbetaalde of onbezoldigde BOA's? En we horen graag een reactie van de portefeuillehouder, waarbij al goed is om te melden dat er in ieder geval in deze zaal al één iemand is die zich vrijwillig heeft aangemeld. En ik noem geen namen. Maar als u het wil weten in de pauze, dan wil ik misschien wat fluisteren. Bereikbaar ommen. Voorzitter, we hebben het al maandenlang over onze verkeersvisie. En de komende jaren komt er nog veel op ons af, daar waar het gaat om het uitvoeren van de plannen. Maar het is nog wel een grote PM-post. We gaan het er binnenkort over hebben, maar er zitten nog veel risico's aan vast. We willen pleiten voor... is er een interruptie van de heer De Jonge? Of? Oh, nee, ja. Dit is een grote PM-post en we willen nogmaals hier op deze plek bij de kadernota duidelijk aangeven: het CDA kiest voor 3 prioriteiten en ook in die volgorde. 1. Veiligheid. 2. Leefbaarheid. 3. Doorstroming. En de aandacht moet gericht zijn op de kwetsbare weggebruiker. En in het centrum zijn de auto's te gast. Jeugdig ommen. De risico's zijn op dit moment nog niet goed in beeld, daar waar het gaat om de jeugdzorg binnen het sociaal domein. Hierover is het nodige gezegd door onze accountant. De vraag die we hebben aan het college is: de accountant heeft risicomanagement voorbeelden aangegeven hoe wij dit zouden kunnen monitoren en ook hoe wij dan op de hoogte zouden worden gebracht. Volgens mij hebben we dat allemaal omarmd met elkaar en ik ben benieuwd wanneer zien we hier iets van. En dan een ander onderdeel bij jeugdig ommen, voorzitter. Preventie is een krachtig middel. En we weten dat we die voorzieningen nog hebben, maar op deze plek willen we ook aangeven: behoud alsjeblieft het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, want dat is belangrijk. Leefbaar ommen. Trots zijn we op de unieke mogelijkheden die de historie van de Ommerschans ons biedt en nog veel meer gaat bieden. Belangrijke parel voor ommen. Ommen trekt nog steeds veel bezoekers, recreanten en forensen, gelukkig ook nog, maar ook weer nieuwe inwoners. Er wordt weer gebouwd en ingezet op woningbouwversnelling. Dat vinden we belangrijk. U bent ook druk met de invoering van de Omgevingswet. Kunt u iets meer vertellen op welke manier u dat doet en hoe inwoners daar ook actief bij betrokken worden? En voorzitter, we waren op dit punt ooit eens voorloper. Waar staan we nu? Een ander punt, voorzitter, ook de wegwijzering binnen Leefbaar Ommen naar de sportclubs en musea. Daar krijgen we af en toe wat signalen. En deze kan, wat het CDA betreft, ook beter. Graag horen we hoe het college hiernaar kijkt. Nou, het herstel van de Rotbrink hebben meerdere collega's gezegd en het centrum is en blijft belangrijk. En dan een ander punt, we hebben er ook een vraag over gesteld, de agrofood. In de ons omringende gemeente, onder andere buurgemeente Hardenberg, is men bezig met het onderwerp agrofood. Voor het CDA een uitdagend onderwerp. Kan het college op korte termijn aangeven tegen welke kosten wij bijvoorbeeld bij de plannenmakerij in Hardenberg kunnen aansluiten? Is dat iets? U heeft aandacht voor degene zonder werk. Alleen het aantal bijstandsgerechtigden, de ChristenUnie heeft dat ook al aangegeven, ook in de vraag, neemt toe. U heeft aangegeven, u gaat er verschillende maatregelen optreffen, maar we volgen uw inspanningen dan met ja, toch spanning en verwachting of dat het ook het gewenste effect met zich mee zal brengen. En dan zorgzaam ommen, voorzitter, want meedoen is belangrijk en mee kunnen doen voor iedereen, voor het welzijn van ons allemaal. En als CDA, en daar komt van ons ook een motie, willen we dan ook extra aandacht vragen voor de inbedding en de borging van het VN-verdrag. Waarin gepleit wordt voor toegankelijkheid voor kwetsbare inwoners. En kwetsbaar is niet alleen de persoon die moeilijk ter been is, maar ook degene die laaggeletterd is, verward is of minder digitaal vaardig. Hoe zet Ommen hierop in? Het CDA pleit voor het opstellen van inclusiebeleid. We dienen hiervoor dan ook een motie zo direct in. We willen graag dat bij het opstellen van dergelijk beleid, en dat hebben we al vaker gezegd en mevrouw Makkinga zegt het iedere keer, betrekt de participatieraad hier heel actief bij, maar ook andere belangenorganisaties.
We denken dan ook zeker aan Stichting Ommen Samen Sterk. Altijd goed om gewoon ook hier weer even te noemen. Want u geeft aan bij de uitvoering van het nieuwe plan rondom de aanpak van kinderen en armoede. En de PvdA zei het al. Het is belangrijk om dat goed op te pakken. Maar geef hier Stichting Ommen Samen Sterk ook een belangrijke rol in. We hebben op het gebied van de zorg mooie stappen gezet. Niet voor niets heeft het CDA via de wethouder aangedrongen om Ommen aan te melden als voorloper van de onafhankelijke cliëntondersteuning. En dat moeten we vasthouden. Het recreatief Ommen, ik ben bij het laatste item nu aangekomen. Iedere toerist en recreant die kent Ommen, maar kunnen ze ook de weg vinden. En wij zeggen dan ook zorg voor een aansprekend informatiepunt. We horen graag een reactie van het college daarop. En dan een punt wat we toch moeten benoemen. De zondagopenstelling. Want we waren verdeeld, zijn verdeeld als CDA, maar we hebben wel ingestemd met 12 keer per jaar. We hebben ook de opdracht meegegeven voor een evaluatie na een jaar. Hoe staat het ermee? Wanneer mogen we de evaluatie verwachten? Wij hoeven ook hier geen duurbureau. Maar als u ideeën nodig heeft, dan denken we graag met u mee. Goed, tot slot. Het CDA ziet geen beren op de weg, maar wel veel risico's. En dat lezen we ook terug in de risicoparagraaf. Wat ons betreft blijft het toch dat we veel moeten kijken naar de juiste of maken van de juiste keuzes. We vragen ook veel van onze inwoners, van de vrijwilligers en de ondernemers. En we willen iedereen bedanken voor de leesbaarheid van de stukken, voor het samenstellen van de stukken. En we zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk weer een flinke stap vooruit hebben gezet in een goed leef-, woon- en creëerklimaat. En we danken God voor zijn steun en vragen hem ons ook het komende jaar weer te begeleiden. En ik wil tenslotte afsluiten met een spreuk van moeder Teresa, die vind ik altijd schitterend. Ik kan dingen die jij niet kan, jij kan dingen die ik niet kan en samen kunnen geweldige dingen doen. En ik hoop dat we dat ook vasthouden. En dan zal ik heel kort zijn, voorzitter, want ik zag u al drukken op de knop, want ik ben natuurlijk weer aan 10 minuten. Het amendement wat wij als CDA willen indienen betreft het schrappen van de ombouw van de Koe voor de Weg. En daarin geven we aan de raad van de gemeente Ommen het voorliggende raadsbesluit aan te vullen met een derde punt. In het programma Bereikbaar Ommen, verkeersvisie Ommen 2030, de maatregels schrappen voor ombouw van de Koe voor de Weg van een 50 kilometer weg naar een 70 kilometer weg. Kosten incidenteel €15.000. Getekend. En het tweede is een motie. Ik zal me beperken tot de dikte, maar het is zeker de moeite waard om de motie te lezen, collega's. Betreft het VN-verdrag. De Raad van de Gemeente Ommen draagt het college op 1. Een plan van aanpak werken aan een inclusieve samenleving op te stellen. Dat borgt dat inclusie continu onder de aandacht is in alle domeinen waarop de gemeente actief is. 2. Dit plan van aanpak te ontwikkelen met diverse stakeholders. En 3. Najaar 2017 dit plan van aanpak toe te spitsen op de thema's toegankelijkheid en communicatie. En ook deze is getekend. Dank u wel, voorzitter. Oké, de moties zijn concludente voorzien van handtekening, maken daarom onderdeel uit van de beraadslaging. Dames en heren, we hebben 7 fractievoorzitters en woordvoerders gehoord. Er is nu gelegenheid om elkaar op zaken te bevragen en zaken nog wat duidelijker neer te zetten als het nodig is. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer De Vries? Robert? Nee? Nee? Schijnbeweging? Als niemand dat wil, dan zal het college zijn eerste termijn nu doen. Dan gaan we daarna hebben de dinerpauze. Dat kan nog helpen om op tijd klaar te zijn. De wethouder, meneer Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben op dit moment even naamloos. Ik ga nog even opnieuw proberen. Voorzitter, ik vond wel een prachtig citaat van mevrouw Bakelaar gehad. Ik heb er ook een. Van Johann Wolfgang von Goethe. Het is niet goed genoeg te weten, men moet ook toepassen. Het is niet goed genoeg te willen, men moet ook handelen. En ik denk dat dat wel een mooi motto is voor Ommen, voor het komende jaar, voor de komende jaren. Want het gaat zowel over het financiële beeld als het inhoudelijke beeld. Kijk, in algemene zin kunnen we natuurlijk wel zeggen, en dat deel ik met D66, dat het raadsprogramma behoorlijk is gerealiseerd. En dat is ook zo. Maar er zijn natuurlijk nog wel een paar wensen, waarover straks meer.
Laat ik het vooral eerst hebben over het financiële beeld. Ik denk dat we algemeen wel gehoord hebben van... Geomme, er zijn magere jaren geweest en we zullen zeker voorzichtig moeten blijven. Er is een licht verschil van inzicht hoe we dat nou moeten duiden. Hè, van goh, heeft Omme nu de weg omhoog gevonden? Ik denk dat we dat wel kunnen stellen om een aantal redenen. De eerste is dat terecht overigens wel wordt opgemerkt dat er incidenteel natuurlijk nog wel een aantal dingen staan. Maar die staan al jaren in de meerjarenbegroting. En het gaat heel simpel om het Kindplein. Daar hebben we al jaren van gezegd, dat gaan we op een bepaald moment realiseren. Dat hebben we ook naar voren geschoven, hè, 2 jaar. En dat staat natuurlijk nog wel in de meerjarenbegroting. En logisch dat, en het gaat om grote posten, dat het incidenteel nog wel iets betekent. En we hebben toen ook al gezegd, van we gaan het afdekken met de reserve. En terecht dat daarvan gezegd wordt, ja, die reserve neemt dan af, dat is correct. Maar het is eertijds zo gezegd en besloten. En dat gaan wij natuurlijk ook gewoon zo doen. Uiteraard houden we wel de ondergrens... steeds in het oog, want we hebben afgesproken dat we minimaal 3,5 miljoen als weerstand houden. Maar in algemene zin is het natuurlijk logisch, er is weinig vlees op de botten, we moeten omzichtig te werk gaan. Behoedzaamheid is wel noodzakelijk. En daar waar we dan investeren zal het dan zeer gericht moeten zijn. Maar het kan ook wel op een andere manier. Het CDA noemde dat omdenken. En dat denk ik wel is een heel mooi motto. En ik denk dat we zelfs in dit stuk al een mooi voorbeeld daarvan zien. We zien bijvoorbeeld dat het CCO, wat vroeger het Streekmuseum en het HKO was, structurele subsidie inleveren om een incidentele bijdrage mogelijk te maken voor de realisatie van hun uitbreiding. Dus dat is totaal kostenneutraal. Nou, dat vind ik een manier van omdenken wat heel mooi is. Maar natuurlijk ook het nieuw nabeschap, onder andere mevrouw Lagasse wees er al op, is daar natuurlijk een kans. En ja, natuurlijk vergt dat, daar heeft u volkomen gelijk in, ook voor de interne organisatie nodige ontwikkeling. We hebben in de klankbordgroep daar ook al iets over gezegd, hoe wij experimenten willen faciliteren. Hè, want het heeft inderdaad wel betekenis. Ja, het financiële beeld, voorzichtigheid, vergt inderdaad ook wel zeg maar een risicoparagraaf. Diverse fracties hebben daarop gewezen en gevraagd. En uiteraard zullen we dat bij de eerstkomende begroting ook doen, hè, risicoparagraaf. Uiteraard zullen we ook ons meerjarenprogramma weer doen voor wat betreft de Grekse. Ja, natuurlijk zullen wij rekening houden met de kunstwerken en wat iets meer zei, het gaat om meer dan gebouwen. Natuurlijk zullen we daar ook het Laar bij betrekken. De heer Van der Moor wees daar terecht op. En ja, natuurlijk zullen we daar ook andere punten bij betrekken. Want dat hoort gewoon. Eén punt wat daarbij nog speelde was de vraag van de LPO. Namelijk van, goh, maar hoe zit het nou met die vrijval? Het is wel mooi om dat nu alvast in te boeken. En wat vindt de accountant ervan? Nou, dan kan ik u geruststellen. Het is juist op instigatie van de accountant dat we dat deden. Want die accountant, en dat is ook wel logisch, die zegt van, ja, je moet niet veel dood geld hebben. En een voorziening die je niet nodig hebt, ja, die moet je ten goede laten komen van je reserve. En we hebben natuurlijk ook veel baat bij om de reserve op orde te hebben, daar geen misverstand over. Dus die voorziening die niet nodig is, die moet je afbouwen. En dat hebben we heel rustig gedaan, de heer De Vries-Obres die wees er ook al op. Het is zeer realistisch, want we hebben het gebaseerd op 4 hectare verkoop en we zitten al aan 5. Dus we zitten zeker aan de veilige kant. Ten slotte, wat betreft het financiële beeld, ik denk dat de ChristenUnie volstrekt terecht heeft gewezen op de afrondingsverschillen. Dat is lastig, maar ook op het punt van de laadpalen heeft u heel goed gezien. Het was in feite 5.000 met een opslag van 2.000. Dat is een slordigheid onzijds, waarvoor excuus, volkomen gelijk. Het is 7.000, waarvan 5.000 daadwerkelijk voor de laadpalen, 2.000 opslag. Een tweede financiële onderwerp, dat zijn de kosten van de BOH. Allereerst natuurlijk de behoorlijke ophoging in de bestuursrapportage. En het CDA vroeg dan maar van, goh, hoe moeten we dit nou zien? Nou ja, als het gaat om de bestuursrapportage, die structurele, nou, dat is een behoorlijk bedrag, dat is een puur CO-verhaal. Dat zijn dus gewoon de loonkosten die omhoog gaan. En met andere woorden, dat is geen uitzetting van de formatie. Maar hij heeft wel terecht vastgesteld dat er wel een aantal formatievoorstellen zijn. En eigenlijk is dat toch wel een lastig punt in die zin dat, op het moment dat je je eigen ambtelijk apparaat zou hebben, hè, als Omme, ja, dan zou je er haast niet over praten. Maar juist omdat het een bestuursdienst Omme en Hardenberg is, ja, dan staat dat wat meer onder het licht.
En het trekt nu wat extra aandacht omdat we een aantal van dat soort voorstellen hebben, dus dat begrijpen we wel. We snappen uw opmerking wel in die zin dat we heel scherp moeten blijven bij dit soort extra personeel inzet. Als dat gewenst is, kunnen wij overigens over de door u genoemde voorbeelden nog wel ingaan. Maar meer in algemene zin, wij snappen uw opmerking, we moeten erop op scherp zijn. Uw opmerking van, god, bekijk ook binnen de BOH, dat doen we natuurlijk samen met de collega's van Hardenberg, van wat ze zelf kunnen opvangen. Natuurlijk is dat ook de eerste inzet. Ik zeg daar wel iets bij. We hebben wel vastgesteld dat de bestuursorganisatie Omme Hardenberg de laatste jaren twee zeer zware bezuinigingsrondes heeft moeten doorstaan. En uit alle, maar dan ook echt uit alle vergelijkende cijfers blijkt dat de BOH relatief goedkoop is. Dat is dus geen wonder, maar dat is wel een feit. En ja, dat vraagt dus ook wel wat extra nadruk om goed te kijken naar de doorontwikkeling. Mevrouw Lagasse vroeg er naar, ook mevrouw Bakelaar vroeg naar. Daar moeten we dus even goed naar kijken. Secretaris heeft al aangegeven dat ze dit najaar op in zal gaan. Overigens begrijp het college op dat punt goed. Het wil niet zeggen dat de BOH bij alle waardering die we hebben, en ik ben ontzettend blij met de waardering die er is over de stukken zoals die heeft geuit, maar dat er ook wel kritiekpunten zijn. En de voorbeelden van een brief namens een gemeente Hardenberg, hoe lief we die ook hebben. Maar dat gaat natuurlijk niet aan om een brief die bedoeld is voor een burger van Omme zo te doen ondertekenen. Dus dat is waar, dat herkennen we. Daar moeten we mee aan de slag. Wat betreft de tarieven was er één vraag van mevrouw Lagasse. Hoe zit het nou met de afval? En u vroeg in feite van, goh, kan de winst daarvan terug naar de burger? Antwoord is ja, en die gaat ook terug naar de burger. En het goede nieuws is dat daarmee om een zelfs onder het gemiddelde komt, het landelijk gemiddelde en het provinciale gemiddelde van de woonlasten in het gebied. Dus dat is op zichzelf genomen goed nieuws. Ik kom dan op een aantal dingen van ruimtelijk beleid. Ik had natuurlijk heel graag gezien dat mijn collega Hans Verkeurs hier had gestaan. Ook langs deze weg wil ik hem van harte beterschap wensen. Maar ik stel wel vast dat hij een aantal dingen heeft gedaan die nu ook in de versnelling kunnen. En dan begin ik natuurlijk in eerste instantie met de versnellingsagenda, de woningbouw. De VVD vroeg naar de pauzewoningen. Heeft gelijk dat daar terecht de aandacht voor gevraagd is. We hebben daarover zeer onlangs bestuurlijk gesproken met de vesten. We hebben afgesproken dat we gaan kijken naar mogelijke locaties. En dat vergt inderdaad de nodige zorgvuldigheid. We passen het wel op de ommerende maat toe. Dus het wordt een kleinschalig gebeuren. En uiteraard gaan we daar op zorgvuldige wijze met de bewoners over praten. En daarna komen we uiteraard ook met u terug. Dat spreekt voor zich. Maar de versnellingsagenda zelf. Nou ja, er is dus ook de afgelopen tijd wel wat over gezegd. 150 woningen extra, dat vergt ook wel wat. En ja, dat vergt ook wel wat extra inzet. Want we laten natuurlijk niet de ambtenaren op dat punt op hol krijgen. En mevrouw Lagasse vroeg van, ja, goh, maar is dat dan ook nodig? Hè? Ook gelet op de RUT. Ja, kijk, de RUT is op dat punt wel een ander verhaal. Maar dat is de omgevingsdienst die een aantal zaken in termen van de milieuvergunning heeft. Maar er zijn ook reguliere vergunningen die we in onze eigen dienst moeten doen. En de inzet die nu wordt gevraagd met die 150 te gaan, die is ook dusdanig dat wij die ook daadwerkelijk willen realiseren. Boter bij de vis. Als je snelheid wil, dan moet je ook iets extra's doen. U heeft gelijk, mevrouw Lagasse, als u zegt van ja, maar dat is een incidentele en dat gaan we nog een keer terugkrijgen via de leges. Dat is waar. Maar laten we, de kost gaat hier voor de baat uit. Dus laten we dit gewoon doen. En de beste baten die we krijgen is de extra middelen die we dan krijgen vanuit de Grekse. Want dat betekent wel weer een enorme impuls. En dat hebben we eerder gezien in onze algemene reserve. De Vlierlanden en Haven West zijn met name genoemd. Mevrouw Lagasse zegt van, goh, maar hoe gaat het dan met de rest? Daar is het verhaal eigenlijk simpel. We hebben het hele gebied echt in kaart. Inclusief de kernen. Ik zal u één voorbeeld noemen. Vilsteren heeft een heel mooi woningtraject gaande. Mooi wordt samengewerkt, plaatselijk belang en de gemeente. Er is zelfs sprake van eventueel van een woningcoöperatie. Dus dat is echt een fantastische kans.
Maar we hebben ook afgesproken dat we nog voor de zomer een stuk daarover, van het totale verhaal van de versnellingsagenda, aan u zullen sturen. En we doen ons best om nog ook voor de zomer het met u te bespreken. Dus in de commissie van juli. En ja, natuurlijk zullen wij de consequenties daarvan ook vertalen in ons meerjarenplan. Ja, de boerenerven, daar gaan we naar kijken dit najaar. Ik sluit niet uit dat het een andere reden kan zijn dan de prijs, hoor. Maar het is eerder gezegd, we moeten daar echt iets mee doen. LPO heeft het eerder inderdaad ook eerder benadrukt. Dus daar zijn we nog niet meer klaar, dat is duidelijk. Dan wat betreft de ruimtelijke ordening had het CDA met name de vraag naar de omgevingswet. Van hoe staat het nou? He, om en was toch een koploper. Nou, dat is in zoverre waar dat om wel duidelijk voorop liep als het ging om de omgevingsvisie. Om was echt koploper, met dank aan mevrouw Lagas in haar kwaliteit als wethouder. En daar is heel veel in gepresteerd. Dat heeft tot een gemeentelijk omgevingsplan geleid. Het woord is een beetje, een beetje verwarrend, want het is geen plan, het is de omgevingsvisie, om het zo maar te zeggen, zoals we die moeten doen. Het enige wat we moeten doen is blijven actualiseren. Het echte werk, dat is het omgevingsplan. En het omgevingsplan, dat gaat nog wel iets van ons vergen. En daar gaan we dus inderdaad mee aan de slag. Want het omgevingsplan is in feite het totaal van vele bestemmingsplannen die we nu hebben. En daar zullen we nog flink mee aan de slag moeten. En ik kan het CDA op dat punt wel geruststellen. Daar gaan we dit najaar echt mee aan de slag. En het idee is om de visie, het heet dan het omgevingshuis, om die nog dit jaar, eind december, aan uw raad ter vaststelling voor te leggen. Wat betreft de ruimtelijke ordening was ook nog een vraag over de Brinkvarsen. Ja, er waren een aantal opmerkingen daarover. 10 mil extra. Is dat genoeg? Moeten we zien. We moeten er overigens wel bij zeggen dat ook de provincie iets extra's investeert. Die investeert inmiddels 16 mil. En die gaan ook het hele vleerwuizenverhaal doen. Dus nou, daar geen zorgen over. Maar is dat dan nog genoeg? Voorzitter van het plaatselijk belang heeft mij erover gebeld. En we hebben afgesproken dat ze nu eerst in eigen kring kijken of ze, als ze niet precies uitkomen, of ze zelf ook iets kunnen doen. Ik denk dat dat ook wel een reëel punt is. Dat je niet alleen kijkt naar de provincie en naar de gemeente, maar ook zelf doet. Mocht dat uiteindelijk niet toereikend zijn, dan komen we uiteraard bij u terug. Dan het maatschappelijk domein. Overkoepelend is natuurlijk het idee van de inclusieve samenleving. Het CDA vraagt erover een extra impuls. Nou, op dat punt kan ik u geruststellen. Er is al een gemeenschappelijke werkgroep actief. Die bestaat uit leden van de participatieraad. Ja, vooral het OOG, onze gehandicaptenplatform. En ambtenaren die al twee thema's hebben opgepakt. Die denk ik erg in de buurt komen van de bedoeling van die motie. Namelijk toegankelijkheid en bewustwording. En ik denk dus dat de motie op zichzelf genomen wel past in zeg maar wat u wil. En ik denk dat het geen enkele moeite is om de resultaten van die werkgroep dit najaar bijvoorbeeld in een klankbordgroep eens even te bespreken. Ik weet niet of het verstandig is om alle elementen die u noemde, digitaal, verwarde personen, om die daarbij te betrekken. Daar hebben we aparte instrumenten voor en daar hebben we uiteraard wel aandacht voor. Digitale tabletcafé, bibliotheek heeft daar een extra project voor. Daar komen we ook zeker nog over te spreken. Verwarde personen hebben het in de klankbordgroep over gehad. Daar zullen we dit najaar vanuit de centrumgemeente Zwolle een coherent plan van aanpak hebben. En dat gaan we ook zeker bespreken. Dan de armoede. De Partij van de Arbeid vroeg daar aandacht voor. We spreken inderdaad nog voor de zomer over kinderen en armoede. Dus ik denk dat het goed is om daar dan wat dieper op in te gaan. De mantelzorg. De VOV, de heer Middelkamp vroeg van, goh, hoe zit het nou met de verbetervoorstellen? Naar aanleiding van het Metso-onderzoek. We hebben daar al een eerste kijk op gekregen en het is zo dat we, omdat wij al een meer dan een verdubbeling hadden voor de gelden van de mantelzorg, vermoeden wij dat de verbetervoorstellen binnen het budget uit te voeren zijn. Neem niet weg dat we graag met u van gedachten gaan wisselen over die verbetervoorstellen die we ook graag zullen doorvoeren. Dan de jeugd. Ja, dat blijft toch wel een risicovol dossier. En er waren een aantal fracties die daarop wezen. Ik heb in ieder geval van mevrouw Bakelaar genoteerd.
Het is zo dat wij wel in toenemende mate echt zicht krijgen op de daadwerkelijke cijfers en risico's vanuit de BVO. Maar we hebben ook nog steeds zeg maar de wens om waar dat kan meer lokaal te doen. En op dat punt hebben we een uitstekende samenwerking, collega Jannes Janssen en ik. En ik heb ook het idee dat we dit najaar al met een concrete uitwerking daar zullen komen. We hebben al afgesproken dat we met een lokale jeugdnota komen dit najaar. En dan zullen we dat ook zeker in behandelen. De euro's in algemene zin was nog een punt wat de Vries Robes opwees. En ja, eigenlijk de hamvraag, zijn er genoeg middelen? Dat is een lastige vraag in die zin dat we natuurlijk nog bezuinigingen te gaan hebben. Maar het beleid er natuurlijk wel zodanig op gericht hebben dat dat is. He, ons uitgangspunt is en blijft dat we het doen met de middelen die we krijgen van het Rijk. Maar u heeft volkomen gelijk, we zullen dat goed moeten monitoren. En we hebben een monitor in ontwikkeling. In de klankbordgroep hebben we daar al over gewisseld. En ik hoop dat we daar ook dit najaar dat spits krijgen. Dan cultuur. De VVV vroeg om een uitbreiding van de middelen van het Bostheater. Dat is een sympathiek en ook een bekend verhaal. We hebben eerder een poging gedaan om de provincie hiervoor te interesseren. Dat is helaas niet gelukt. Dus dit blijft een wens. Het is dus aan de raad om zeg maar daar een uitspraak over te doen. Dan werk en sociale zaken. Er zijn diverse fracties die daar de aandacht voor gevraagd hebben. En dat is ook wel terecht, want het aantal bijstandsgerechten helaas is nog steeds weliswaar licht, maar toch groeiende. Wat niet betekent dat het ATC-dienstenbedrijf niet een goede prestatie levert. De uitstroomcijfers zijn goed. En ik meende dat die cijfers vorige maand ook verstrekt zijn, want er werd nog gewezen door LPO van Gomme, waar zijn nou de doelstellingen en de cijfers. Ik meende dat die vorige maand verstrekt zijn. Als dat niet zo is, dan zorg ik ervoor dat dat zo is. Het gaat zowel dus om de doelstellingen als wat is bereikt. Hè, en op de onderscheiden punten, hè, dat gaat dus zowel om de uitstroom, bijstand, maar ook op andere trajecten, hè, leerwerktrajecten en wat iets meer zijn. Hebben we ook vanochtend overigens nog in de stuurgroep met Larkom over gehad. Ik moet zeggen, die samenwerking is voortreffelijk. Die houden we ook intact. Ja, en dan is natuurlijk wel de inzet om het breder te maken. Want het is goed dat we samenwerken met Larkom, maar we willen ook nadrukkelijk met UWV samenwerken. En daarvoor is die extra bijdrage van Sonar gewenst. Ik moet zeggen, ik voel mij betrapt, want het CDA heeft misschien wat terecht gezegd van ja, had dat niet ten laste van het sociaal domein moeten komen. Ja, daar heeft u eigenlijk wel een punt. Maar goed, het voorstel is zoals die is. Laten we vooral ook inhoudelijk kijken. Want het betekent dat we nu eindelijk met het UWV kunnen communiceren, om het zo maar te zeggen. De systemen werken dan op elkaar. En waarom is dat nou zo belangrijk? Op het moment dat we dat hebben ingevoerd, dan hebben we eindelijk toegang tot het vacaturebestand. Het BBS-bestand van het UWV. En daar moeten we natuurlijk naartoe. En dat mag ook wel eens gezegd worden, dankzij de inzet van René de Vent, onze collega van Hardenberg, gaat dat dus nu ook lukken. Die zit daar ongelooflijk op te sturen. En ik denk dat we dit najaar al de mogelijkheid hebben om daarin te werken. Dan, de Partij van de Arbeid vroeg nog van, goh, hoe zit het nou met het risico, reïntegratiemiddelen en nieuw beschut? Nou ja, het probleem bij nieuw beschut is de ingewikkelde indicatiestelling van het UWV. Het is zo dat wij vanuit het UWV niet eens te horen krijgen als iemand zich aan indiceert. Maar het zijn er wel heel weinig. Maar we weten dat dus niet. Dat kunnen we wel ophalen, maar dat is al ingewikkeld. En tweedens, het Rijk zegt dan vervolgens, u moet zoveel plekken nieuw beschut realiseren. Nou, er zit dus geen verband tussen. Dat is typisch een onderwerp wat we een keer landelijk aan de orde moeten stellen. Is het nou een zwaar financieel risico? Nou, dat niet. Het gaat om 3 plekken. En we denken dat we met onze pilot, hè, want we hebben erop vooruit gesorteerd, het allemaal wel hebben afgehecht. Maar goed, het gaat om 3 plekken in 2017. En wij weten niet of het Rijk nog een rariteit in petto heeft en 2018 ons een grotere taakstelling gaat geven. Dat is het risico waarover gesproken is. Voorzitter, tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel. Meneer Katerveel, wilt u de vergadering voorzitten? Dan zal ik als portefeuillehouder nog wat zeggen. Het woord is aan de heer Verkerk. Het knopje. Goed zo, nou, daar valt veel te leren in de ommer.
Want het is een hele mooie gemeente. En iemand zei, we zijn nu eigenlijk bezig met het afsluiten van de periode 14-18. Dat is bij mij altijd nog een beetje beladen. Maar we zitten in een nieuwe eeuw. En als we zo terugblikken, dan proef je overal wel het positieve en het optimisme waarbij we uit die economische crisis komen. Dat heeft toch jarenlang de maatschappij, de mensen en ook de politiek en ommen hier beroerd. Je kan niet doen wat je wil. En uiteindelijk komt er nu wel schot in de verbeteringen op een aantal ontwikkelingen. En ook de financiële situatie heeft een beter perspectief dan een jaar geleden. Maar de wethouder heeft al gezegd, het is altijd een beetje broos. Wel goed opletten wat wij doen en waar we het aan uitgeven. Dus nog wel prudent blijven op de dingen die wij doen. Niettemin is er ambitie. Dat proef ik ook bij uw raad. En dat stimuleert ons en dat voedt ons. En dat is goed voor de positie van deze fraaie gemeente, zal ik maar zeggen. Ik wil kort iets zeggen over de portefeuille veiligheid, openbare orde en een handhaving. Ik heb zelf het beeld, en u denk ik ook wel, dat het goed op orde is met de fysieke veiligheid, de openbare orde ook. Maar met de handhaving zouden we nog wel eens wat meer mogen doen. Dat heeft ook te maken met een aantal expliciete wensen van de Raad die men gedaan wil hebben. En daarbij zijn we ook afhankelijk van het onderdeel handhaving. Ik zal mijn best doen om in het kader van de begroting te bezien of daar wat financiële middelen voor zijn. En u hebt ook wel wat dingen aangereikt in dat kader om te kijken naar onbezoldigde BOA's. Dus ik zal dat uitzoeken. Mijn bestuurlijke ervaring is wel dat dat beperkingen heeft op de inzet en de bevoegdheid om te verbaliseren. Niettemin zijn er ook wel mensen die vrijwillig toezicht willen houden op plekken waar dat past. Dus ik stel voor dat we dat nadrukkelijk meenemen en daarbij de begrotingsvoorstellen op terugkomen. Want het is een wens die bij veel fracties leeft. Dus laten we kijken wat we daaraan kunnen doen. En ik zie nog wel even hoe groot de financiële polstok is. En u zult dat ook moeten afwegen ten opzichte van andere claims. En dan wordt die interessant. Want deze raad heeft ambitie. Ik heb het al gezegd. Dus daar gaan we mee aan de slag. Het tweede element is de portefeuille huisvesting. Er was één vraag en een aantal suggesties bij fractie om te kijken naar het gemeentehuis. Dit gemeentehuis. Ja, dat moet up-to-date worden gebracht in het kader van de moderne inzichten over energiegebruik. En dan gaan we het echt hebben over kozijnen en lampen en boilers en wat al niet meer daarbij past. Het is gewoon een opgave die we moeten doen om dit gebouw up-to-date, bruikbaar en qua onderdeel van ons stedelijk kapitaal op orde te houden. Dus dat zit er aan te komen en u hoort nader hoe we dat precies gaan doen. Verdere opmerkingen uit met de huisvestingsportefeuille heb ik niet. Wel heel veel vragen en opmerkingen over de bestuursdienst Ommen Hardenberg. En dat is vaker in de arena. Dus het wordt wel hoog tijd dat we daar met z'n allen een keertje goed induiken. Ik heb bij de commissievergadering over het jaarstuk het nodige gezegd over de bestuursdienst. Ik vind het een prachtig fenomeen dat je gebruik mag maken van een bestuursdienst die gedimensioneerd is op een gemeente van 70.000. En ik hou dat toch maar even vast. Dat betekent dat er slagkracht is en deskundigheid is. Dat is een belangrijk goed voor een wat kleinere gemeente. Dat moet u zich goed realiseren, denk ik. Niettemin zijn er ontwikkelingen en wensen. Die zijn de beide colleges van BMW aan het inventariseren. De wethouder en ik zijn in vol gesprek en intens gesprek met het college van BMW van Hardenberg hoe we zaken kunnen verbeteren, hoe we zaken kunnen stroomlijnen, hoe we slagvaardiger kunnen reageren, hoe we wat strategischer kunnen kijken met deze organisatie. Die is ook in een aantal opzichten gewoon, denk ik, bezig om wat achterstallig onderhoud daarin weg te werken. Dus dat is een proces wat loopt. De beide colleges zijn daarmee bezig, de beide gemeentesecretarissen ook. Die willen ook allemaal dat het goed functioneert en dat u als politiek en de bevolking goed wordt bediend. Dus we zitten volop in het proces. En daar komen voorstellen uit maatregelen uit naar voren. Sommige dingen zullen geld kosten. Dat is nu een keer zo, dat de wereld verandert en je moet erin mee.
Er zijn nieuwe taken toegevoegd. Een hele belangrijke is bijvoorbeeld onze informatieveiligheid. Dat is een structurele post. Je kan niet één keer met een projectje je apparatuur up-to-date brengen. Want er zijn permanent inbreuken en hacks en leks en allerlei andere dingen. Dus dat is substantieel werk wat gedekt moet worden. En zo zijn er nog wel een paar, waarvan ik ook echt in het belang van de gemeente vind, dat we daar goed naar kijken, dat het geborgd is. Daarnaast zijn er opmerkingen gemaakt over ervaringen van burgers die zich wat op afstand gevoeld voelen. De accuraatheid van de schriftelijke correspondentie is misschien niet altijd naar wens. Daar moeten we absoluut naar kijken. Want ik wil wel hebben dat ons ambtelijk apparaat ook is ingebed in de maatschappij en dat burgers zich daar ook vertrouwd mee voelen. Dat heeft heel wat tijd nodig. En daarbij zou ik ook heel graag de raad willen betrekken om a. hun wensen en verlangens te horen, b. ook wederkerig van de organisatie te horen wat er mogelijk is, financieel en technisch en noemt u maar op. Ja, en c. om ook te kijken hoe wij bestuurlijk omgaan met die verhouding. Ik vind eigenlijk dat er te veel over organisatorische dingen wordt gepraat, terwijl het betrekkelijk simpel zou moeten kunnen, waarbij een raad de kader stelt en toeziet op de uitvoering en het ambtelijk apparaat gewoon zijn werk doet. Zo zou het moeten. Dus ik zou ook graag uw raad willen uitnodigen om deel te nemen aan het proces met een open mind, maar wel met verantwoordelijkheidszin voor wat mogelijk is en wat nuttig en nodig is, te kijken naar het proces. We komen daar binnenkort met een voorstel, de burgemeester van Hardenberg en ik. En dan gaan we daarmee aan de slag. Wat dat betreft is het heel dienstbaar dat de gemeentesecretaris september een toelichting geeft op wat kan. Maar ik wil wel heel snel dat proces in om ook voor de komende raadsperiode goed in de startblokken te staan en de raden en de bevolking goed te kunnen bedienen. Dus er wordt wel snelheid gevraagd, ook aan de kant van de raad. En dan gaan we dat aan. Dus u wilt daar voor de zomer nog wat van horen. En dan gaan we dat met z'n allen doen. Een beetje een zijterrein daaraan, dat zijn de perikelen met de RUD, de regionale handhavings- en uitvoeringsinstantie. Er zijn ook vragen over taken en of dat allemaal adequaat gaat. En dat moet vooral kostenneutraal. Ik heb die boodschap goed begrepen. U hebt mij een roffel gegeven op de tafels van instemming. Dat maakte wel indruk in het algemeen bestuur. Het komt niet zo heel vaak voor dat raden dat doen. Dus dat betekent dat Ommen er strak in zit en dat weten ze ook. Dus ik zal het bijhouden. Mevrouw Lagas heeft gevraagd om die taken wat duidelijker te maken. Die neem ik mee in dat proces. En voor de begroting moet ook helder worden wat ze nou leveren voor dat geld. Dus dat gaan we op die manier doen. Volgens mij heb ik daarmee de ambtelijke organisatiepunten behandeld. En dan ga ik vreemd aan de portefeuille wat zeggen over verkeer en economie. Eerst maar even de verkeerszaken. Meneer Moerman heeft het gehad over de fiets- en voetgangssituatie bij de oversteek Chevrolet-Roostraat en dan de weg. Daar komt een amendement in. Volgens mij is dat de ondersteuning van het beleid van het college ter realisering van de kindplaats en de sporthal. De wethouder knikt. Dus ik mag namens het college zeggen dat wij geen bezwaar hebben tegen het amendement. Dat klinkt wat zuinig, maar dat is nou één keer de tekst. Verder zijn er even het lijstje af. Nou, in ieder geval door mevrouw Bakelaar een aantal verkeerszaken genoemd. De belangrijkste is wel om per motie de ombouw van de Koevoordestraat wat de downsizen, zou ik zeggen, van 70 naar 50 kilometer. Dat kan, maar ik zeg ook wel bij, dan moet je hem inrichten op een 50 kilometer straat en er zitten inrichtingskosten aan. Dus het is niet gratis. En aan de andere kant moet je verder ook nog eens even nadenken over de doorstroming bij de verkeerssituatie op de Vegbrug. Er staan vaak toch files. Wat je hoopt is dat auto's snel weg kunnen, sneller weg kunnen. Dus ik weet niet hoe zich dat verhoudt met het verzoek om daar langzamer te gaan rijden.
Dus ik heb de neiging om geen bezwaar te hebben tegen de motie, maar hier kan nog een staartje aan zitten. Ik zeg het maar, en het kost ook wat. Dat is die. Ja, ik geloof dat ik van de anderen niet verder verkeerszaken op mijn bord heb liggen. Dan kan ik naar de economische kant. Nee, dat is niet waar. Meneer Bongers heeft gesproken over de parkeerplekken rondom de HEMA. Ja, dat is een hele actuele situatie. Mij zou een petitie worden aangeboden. Had ik vandaag graag gedaan, maar de indieners konden niet. Dus ik heb me wat verdiept in het dossier. Ja, wat we hier aan het doen zijn, is natuurlijk een vierkundige afwikkeling van wat in het bestemmingsplan is toegestaan. En daar houden wij ons ook aan. Dus wat we doen, ja, is uitvoeren van het bestemmingsplan. Dus ik weet niet of er heel veel ruimte is om nog nader te schuiven met parkeerplaatsen. Maar volgens bestemmingsplan doen we wat daarin staat. En ik weet ook wel dat er gedachten zijn om bepaalde onbebouwde plekken dan in te vullen. We hebben in ieder geval wat extra parkeerplaatsen. Daar wil ik over nadenken. Maar dat betekent wel dat het niet permanent kan. Want die onbebouwde plekken die hebben een boekwaarde. Die moeten wel worden bebouwd. Want anders zou de gemeente toch wel heel erg nadelig erbij inschieten. Dus daar moet u wel rekening mee houden. En verder is de strategie natuurlijk dat het winkelend publiek, ja, met een uurtje of twee moet kunnen winkelen in de blauwe zone. Gaan we handhaven. Maar dat publiek wat langer in de binnenstad verblijft voor horeca of andere interessante bezigheden, ja, misschien dan toch maar naar de langparkeerplekken kunnen gaan. En dan is het nog steeds een minuutje of vijf, zes lopen. Dat mag gevraagd worden van een moderne stad als Ommen. Wat vindt u daarvan? Dus ik heb de indruk dat we met de parkeersituatie, nou, er wel uitkomen als je tijdelijk iets doet op onbebouwde plekken. Als je handhaving doet binnen de blauwe zone. En dan lang bezoekers gewoon duidelijk maakt, ja, dan moet je toch ietsje verder op die auto neerzetten. En dan kunt u heel sportief vijf, zes minuten in die mooie stad van Ommen wandelen. Volgens mij moet dat een beetje de aanpak zijn. Ik zou daar voor willen pleiten. Maar goed, we moeten nog reageren op de petitie. Maar dat zou een lijn zijn van, ik denk, nou, daar kan een lokale partij zich ook al mee verenigen. Dus ik nodig u uit. De verkeersafwikkeling over de Vegburg had u aangekaart, heb ik al iets van gezegd. Die is op piekmomenten niet adequaat. Dat weten we, dus daar moeten we echt nog een keer naar kijken. En verder had u heel goed de stand van zakenbrief gelezen over het paviljoen aan de Vecht. Dat was wat later. Dat gebeurt met projecten. Dat gebeurt, er zijn ook redenen voor, dat hebben we ook aangegeven. We hadden gedacht van, nou ja, dat moet dan maar één keer zo gebeuren. We vinden het wel belangrijk dat de ontwikkeling afkomt. Wordt inmiddels gebouwd, hebt u gezien. Dus er zit schot in. Er is ambitie. Dus ik heb wel het gevoel dat het goed komt. En waarom ook niet. Maar het duurt iets langer dan wij hebben gezegd. En als u zegt, ja, maar dat is niet in lijn wat u vorige keer hebt gezegd. Dan is dat zo. En dat zijn de teleurstellingen in de politiek. Ik heb verder ook geen breekijzers in handen om het sneller af te breken. Dus daarbij zijn we echt een beetje afhankelijk van wat een marktpartij doet. Ze zitten er goed in, ze zijn eraan gecommitteerd, maar het duurt inderdaad even langer. Het is niet anders. Mevrouw Bakeler had nog een aantal economische punten aangekaart. Over de zondagopenstelling gaan we nog een keertje praten met een evaluatie. Dat zijn we toch gewend te doen, dacht ik. Over het infopunt toerisme, dat vind ik wel een leuke. Je hebt natuurlijk allerlei fietsroutes, ja, die samenkomen in Ommen. Dus waarom doen we dat niet in Ommen? Dat verhoogt ook de gezelligheid samen. Daar komen we op terug bij de begroting. Ik weet niet of het geld kost, maar dat moet er wel te organiseren zijn. Ja, en Agrofood is natuurlijk het nieuwe grote beleidsvormende kader voor onze agrarische bedrijvigheid. Daarbij gaat het over regionaal voedsel, daarbij gaat het over duurzaamheid, daarbij gaat het ook over dat boeren perspectief hebben om hun werk te kunnen doen. Hardenberg is er goed mee bezig en ik vind het een uitstekende manier om die samenwerking met Hardenberg te zoeken. Want ja, als je met twee sterke gemeenten, twee ambitieuze gemeenten dit aanpakt, dan maak je een vuist naar de standsorganisaties, naar de banken en naar de voedselproducerende industrie.
Uitstekend idee, ik sta hier van harte achter. Ik zou zeggen, maak er een tweet van. Geachte voorzitter, ik heb hiermee, dacht ik, al mijn punten langsgelopen. En als er nog verder doorgepraat moet worden, kan dat bij de dinerpauze. En anders hebben ze nog een tweede termijn. Dank u wel. Wellicht zou u in de pauze even kunnen informeren hoe het nou precies zit met de 23 ondergrondse parkeerplaatsen bij het nieuwe HEMA-gebouw. Want dat was de vraag die meneer Bongers gesteld had en u bent daar niet op ingegaan. Ik had zo'n mooi afgerond betoog. Ja. Ik wil dat precies vragen. Een beetje kijken in welke richting dit kan. Ik kan het op dit moment niet hard toezeggen dat het kan of niet kan. Maar ik ga daar nog verder wel wat mee aan de slag. Ik heb al gezegd, er zal waarschijnlijk een petitie op het afkomen. Moeten wij ook op reageren. En daar zit deze gedachte dan bij in, bij die reactie. Dan schors ik nu de vergadering tot 7 uur. Dames en heren, ik heropen de vergadering. We gaan beginnen aan de tweede termijn van de raad. Over de kadernota. We hebben denk ik een goed debat gehad in de eerste termijn. We hebben een bundeling van moties en amendementen. Zijn er leden van de raad die in tweede termijn nog terug willen komen op de eerste termijn of iets willen zeggen over de motie amendementen? Dan kan dat. Als ik niet direct vingers zie, ga ik gewoon het lijstje weer af. Zullen we gewoon mijn volgorde doen? Dan begin ik bij de VOV. Heeft u nog behoefte aan de tweede termijn? Ga de gang. Ja, gewoon blijf zitten. Ja. Blijf maar zitten. Blijf maar gewoon zitten. Net zo makkelijk. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij gaan in op inbreng van collega-raadsleden. We willen wat complimentjes uitdelen en we gaan reageren op moties en amendementen. Ik hoop dat we daar meteen compleet zijn. Dat scheelt straks allerlei stemverklaringen, omdat we best wel wat te zeggen hebben over de moties. Allereerst, voorzitter, in de richting van de Partij van de Arbeid en eigenlijk ook wel richting de portefeuillehouder. Het heeft ons verbaasd dat er zoveel over de versnelde woonplannen gesproken is, terwijl dat geen onderwerp van de kadernota is. En natuurlijk staat het ons vrij in algemene beschouwingen om te vinden wat we vinden. Maar we reageren hiermee, is althans ons idee, op een persbericht dat eerdaags is uitgegaan ten tijde van het bespreken van de kadernota waar het niet in verwoord is. En vervolgens geeft dat en krijgt dat alle aandacht. En dat is natuurlijk heel mooi, maar de raad heeft er nog niet over gesproken. Je zou kunnen zeggen dat gaan we nu doen over het persbericht, maar wellicht dat er nog voorstellen komen en dat dat nog een keertje serieus aan de orde gesteld wordt. En dan zou dat nu geen onderwerp van gesprek hoeven zijn. Maar nogmaals, iedereen brengt in wat hij of zij in te brengen heeft. Daarnaast, voorzitter, hebben we alles besloten over de kleinsmagelden. Dus dat is in de kadernota ook niet opnieuw genoemd. Dus wat ons betreft in de richting van de Partij van de Arbeid, voorzitter, is dat een overbodige opsomming. Mooi dat het aandacht krijgt, maar staat een beetje buiten het kader van deze bijeenkomst. Wat het amendement betreft over de Kievitsstraat, Danterweg, Schiffler-Roosstraat van de Partij van de Arbeid, voorzitter. Zowel in de richting van de Partij van de Arbeid als in de portefeuillehoudersrichting. In het kader van de discussie en de planvorming van het Kindplein en de nieuwe sporthal hebben we uitvoerig telkens ook de verkeerssituatie hier besproken en is integraal meegenomen dat zodra die plannen gerealiseerd worden, de verkeerssituatie voor de overstekende kindertjes, de ouders, de toename van drukte en zo, dat adequaat moet worden aangepakt. Dat hebben we volgens mij al dus besloten. Dus het lijkt ons, wat VOV-fractie betreft, volstrekt overbodig dat dat amendement ingediend wordt. En het verbaast ons, en deze opmerking is in de richting van de portefeuillehouder, dat de portefeuillehouder, voorzitter, en dat was u zelf, aangeeft dat u het amendement in uw eigen woorden nuttig of zinvol vond, maar tegelijkertijd ook aangeeft dat het staand beleid is en dat u weet dat er aan gewerkt wordt in het kader van de plan maken voor die projecten. Dus dat verbaasde ons eerlijk gezegd een beetje en misschien dat we daar straks in uw tweede termijn iets over mogen horen.
Voorzitter, in de richting van de LPO willen we onze dank uitspreken voor de vraag en de, menen wij, indirecte steun voor het speeltuintje in het centrum. Een motie die de VOV een tijd geleden heeft ingediend en waar we 700 steunbetuigingen in de vorm van handtekeningen voor hadden opgehaald. Dus we zijn erg blij dat dit onderwerp opnieuw weer aandacht heeft gehad. Voorzitter, de VVD heeft een motie ingediend. Verder? Ja. Okay. Een motie ingediend over het plan voor een inventarisatie, meerjarig plan. Die motie heeft onze steun en daar zullen we in meegaan. Dan, voorzitter, het onderwerp bestuursdienst Ommen Hardenberg. Ettelijke jaren heeft de fractie van de VOV, maar ook de LPO en in sommige gevallen anderen, kritisch geluid laten horen over het functioneren van de BOH. We hebben het gehad over ontwikkelingen, over investeringen, kwaliteit, over beleid, over toegenomen reserves, etc. En eigenlijk hebben wij constant het gevoel gehad afgeserveerd te worden daar waar wij kritische geluiden in de richting van de BOH lieten horen. En telkens was het of van je gaat er niet over, hè, dus het is niet jouw ding, of het gaat allemaal zo goed, waar maak je je druk om? En het doet ons deugd, voorzitter, dat van de kant van bijvoorbeeld het CDA er zojuist soortgelijk luidende opmerkingen, punten van kritiek naar voren zijn gebracht. En ook van de portefeuillehouder hoorden we dat samen met de burgemeester van Hardenberg er op het gebied van beleid en toekomstvisie geëvalueerd wordt en verbeteringen aan de orde gesteld worden. Dus we zijn eigenlijk best wel blij dat nu deze geluiden die we meerjarig hebben laten horen, dat die nu bijval krijgen. En we hopen dat dat uiteindelijk ook een positieve impuls aan het functioneren van de BOH zal geven. Ook blij, voorzitter, en daar willen we ook een compliment voor uitspreken, is het feit dat de fractie van het CDA kritiek heeft geuit op briefwisselingen waarin met Hardenberg wordt getekend, of die onduidelijke zijn, in onbegrijpelijke taal, of misschien niet geënt zijn op de ontvangende partij, op de doelgroep, en dat er meer maatwerk gevraagd wordt. En dat is nou precies waar de VOV recent over het onderwerp terugwerkende krachtregeling voor huishoudelijke hulp voor gepleit heeft. Dus ook daar zijn we erg blij dat we bijval krijgen in deze richting. Voorzitter, het CDA heeft een motie ingediend over het inclusiebeleid ten gevolge van het VN-verdrag. Onze idee was van ja, natuurlijk moet dat gebeuren. Het is een verdrag en dat zal moeten resulteren in het opstellen van een plan conform dat verdrag. En daarmee lijkt het ook overbodig, omdat het eigenlijk staand beleid is. En als ik het goed heb begrepen, of onze fractie heeft het goed begrepen, voorzitter, dan lopen er al een tweetal projecten die in dit kader aandacht krijgen. En hebben wij er het idee van dat deze motie er alle schijn van heeft overbodig te zijn. Dus graag horen we daar nog in tweede termijn uw reactie op. Dan de bijdrage van portefeuillehouder Financiën. In 2016, voorzitter, is er zo'n 8-9 miljoen aan de algemene reserves toegevoegd. Dat is wat andere reserves bij elkaar op een hoop geveegd. De algemene reserve is nu op orde, maar over 4 jaar is er nog maar 4,5 miljoen van over. Dat is 1 miljoen meer dan onze absolute ondergrens die we met elkaar hebben afgesproken. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we behoorlijk hard achteruit boeren. De cijfers spreken voor zich, hè, daar hebben we geen discussie over. Maar waar we wel discussie over hebben is de wijze waarop we dit duiden. Wij maken ons hier zorgen over. Wij vinden dat de financiën niet op orde zijn. We vinden hier ook niet uitblijken dat herstel ingezet is. Maar het is toch wat kritischer en wat heftiger naar ons idee dan de bewoordingen waar de portefeuillehouder zich in begeeft. En dat luidde als een klein verschil qua duiding van de financiële situatie. En wij schatten die toch wat ernstiger in, kijkend naar de harde cijfers die voor zich spreken, dan dat de wethouder dat doet. Zoals gezegd, voorzitter, een beetje vreemd dat over de versnelling van de woningbouw. Even kijken hoor.
Nee, dat heb ik eigenlijk zojuist al gezegd, dat slik ik in. Onderzoek mantelzorg. Voorzitter, in de eerste termijn gaven we aan, er is geïnventariseerd, er is nog veel te doen. En de wethouder geeft aan dat er een budgetverhoging in het verleden heeft plaatsgevonden. En stelt daarmee in principe het budget centraal. En het lijkt alsof we redeneren vanuit het budget. Maar we hebben onderzoek gedaan. En vanuit dat onderzoek blijkt dat er een aantal componenten moeten worden verbeterd en worden aangepakt. Wat we hebben gevraagd is, schrijf op wat je moet doen. En vertel wat het extra gaat kosten. En dan zou het best kunnen zijn dat we ruimschoots in ons budget hebben voorzien. Nou, des te beter, misschien houden we er wel van over. Maar als het zo is dat er daadwerkelijk meer energie en dus ook geld in mantelzorg gestoken moet worden, dan maakt het niet zoveel uit dat het budget in het verleden verhoogd is. Dan hebben we misschien wel te weinig. En als we vinden als raad bij de behandeling van de begroting dat er meer energie in mantelzorg, van welke orde dan ook, hè, dat komt in het uitvoeringsplan wel naar voren, als dat meer energie en dus geld vraagt, dan zien we heel graag in het plan, daar hebben we ook om gevraagd, wat dat kost, zodat de raad daar een besluit over kan nemen. Dus laten we alsjeblieft niet het beschikbare budget als uitgangspunt nemen. Dan in de richting van portefeuillehouder Financiën nog een openstaande vraag. We hebben gevraagd om de meicirculaire integraal op te nemen in het begrotingsoverzicht. Het meerjarenbegrotingsoverzicht. Daar hebben we, tenzij dat ons even in een korte woordenwisseling ontgaan is, maar als we goed hebben opgelet, denken wij dat daar geen antwoord op is gekomen. En dat zouden we alsnog graag krijgen. Ook voor dezelfde portefeuillehouder het abonnement voor het Bostheater. Een kleine verhoging van de subsidie vanwege noodzakelijke vaste kosten. Daarvan geeft de portefeuillehouder aan het sympathiek te vinden en laat het aan de raad. En daarmee doet de wethouder als zodanig geen duit in het zakje van ik keur hem goed of ik sta erachter. Ja, u vindt het sympathiek. Als het aan de raad is, dan breng ik nog graag, tenzij de wethouder daar in tweede instantie nog wat over wil zeggen, breng ik dit amendement nog graag een keer onder de aandacht, want het kost niet zoveel geld en we doen er volgens mij hele goede zaken mee. Dan ons laatste punt, voorzitter, en dat is aan... En meneer Mulder, één momentje. Dat is een interruptie die nu komt van mevrouw Makema. Dank u wel, voorzitter. Ja, kunt u het nog een keer duiden, hè, meneer Meelkamp? U heeft het over €2000 structureel. In uw bijdrage had u het over een muziekinstallatie. Hè? Maar of hoe, want, kunt u het nog een keer duiden? Want ik heb iets gelezen nu en volgens mij heb ik iets anders gehoord in uw mondelinge bijdrage dan dat ik in de schriftelijke bijdrage nu lees. En op zich vinden we hem heel sympathiek, alleen, nou, we zijn even in verwarring. Wat bedoelt u nu? Want u zegt naamsbekendheid, maar we missen even een onderbouwing. Ja. Ja, daar gaat hij. Voorzitter, heel graag. Het is niet zo dat er een muziekinstallatie benodigd is om naamsbekendheid te krijgen of te groeien. Kijk, het bestuur zet in om het Bostheater te laten groeien voor Ommen. Geeft aan dat we meer naamsbekendheid nodig hebben. Om te groeien worden er ook op het podium andere artiesten gevraagd. Hè. Daar heeft u, ik zal geen namen noemen, dat maakt nu ook niet zoveel uit. Maar dat zijn artiesten die komen niet met een gitaar en een klein microfoontje, maar die hebben hele grote installaties bij zich. Hè. Daar hoeft het Bostheater niet voor te betalen, maar die grote geluidsinstallaties, voorzitter, die hebben een elektriciteitsvoorziening nodig. Die iets van orde grootte van 80 ampère trekt. Er stond een voorziening, elektriciteitsvoorziening van, want daar gaat het dus om in dit specifieke geval, van 25 ampère. Die is geüpgrade, maar dat betekent per direct dat de vaste jaarlijkse kosten voor het hebben van die energievoorziening van 80 ampère, opdat je grotere installaties en instrumentale artiesten kunt ontvangen en hun concert kunt laten geven. En door het vergroten van de elektriciteitscapaciteit, zeg maar het amperage, stijgen de vaste lasten. En daar zouden we graag minimaal die €2000 voor willen vragen. Het is geloof ik 2250, want we beschikken over de begroting van het Bostheater. Daar hebben we intensief naar gekeken. Maar we denken dat €2000 voor dit doel toereikend zou moeten zijn. Stijgen naar bij de decibellen ook dan? Want hoe moet ik dat dan zien? Ja, ik probeer even een schets te maken van wat uw vraag nu precies is en wat dat voor consequenties met zich meebrengt.
Mochten we als raad het willen. U vraagt me af, mevrouw Lagasse wil graag ook meedoen. Die krijgt nu ook het woord. Gaat u gang. Ja, ik sluit me er even bij aan, want ik denk... Ik snap dat als zij wat meer willen, maar ik hoor namens bekendheid... En ik heb er een heleboel vragen over. Bijvoorbeeld van hoe is Vechtal Marketing daarbij betrokken in het kader van naamsbekendheid? En als de acts uitgenodigd worden die daar uitgenodigd moeten worden, hoe zit het dan met vergunningen? Want als je hier wat wil organiseren om en met geluid, dan moet je allemaal naar strikte vergunningen voldoen. Ik had heel graag hier een onderbouwing van het bestuur zelf willen zien met de begroting en wat ze er dan voor gaan doen en wat de effecten zijn en of dat afgestemd is met de camping. Want ik kan me ook voorstellen, als je daar in rust kampeert, ja, behalve meneer de Jonge zelf misschien niet, maar dat je dan niet altijd van gediend bent, dat er geluidsoverlast zou kunnen ontstaan. Voordat het amendement kwam, hadden we heel graag wat betere onderbouwing gezien vanuit het bestuur zelf. Meneer Moerman, wilt u nog op reageren of moet de wethouder er wat van vertellen? Ja, meneer Bongers ook nog. Ja, laten we dan maar... Zijn we compleet. Dank u wel, voorzitter. Nou, laten we vooropstellen dat het Bos Theater ons zeker onze sympathie heeft. En dat wij, als het nodig is, daar ook best eventueel de portemonnee voor willen trekken. Maar even technisch gezien, de infrastructuur is inmiddels uitgebreid. Ze zijn dus in staat om grotere artiesten of artiestengroepen uit te nodigen. Dat betekent ook dat er meer inkomsten gegenereerd zouden moeten kunnen worden. Dus ik ben het met mevrouw Lagasse eens... Dan zou ik ook graag even die begroting willen zien. Want als je enerzijds zegt van ja, ze hebben dat nodig om meer te verdienen. Nou, is de infrastructuur, dan mag je ook verwachten dat er meer verdiend wordt. Voorzitter, er zijn inderdaad veel verschillende vragen. Wat het laatste betreft, voorzitter, is er natuurlijk een kostenbatenanalyse voor het uitnodigen van een muziekgroep. En de opbrengsten die dat met zich meebrengt. Alleen in dit geval... En daar gaat het nou juist om voor die 2000 euro, gaat de kost voor de baat uit. Om überhaupt artiesten te kunnen ontvangen die misschien wel veel meer geld vragen, maar dan worden de entreebedragen bewijzen ook veel groter. Is het nodig geweest om die stroominstallatie, die energievoorziening, om die te upgraden. De geluidsinstallatie is ondersteund door Staatsbosbeheer. De gemeente die heeft, of de camping heeft een duit in het zakje gedaan. Dus dat heeft ieders steun. Alleen waar nu de stichting mee zit, is dat er vanwege die hogere energievoorziening er jaarlijks, gewoon zoals je thuis ook een vast rechtbedrag hebt voor je energie, dat hier die rekening omhoog gaat. En daar is nou precies extra 2000 euro voor nodig. En dat je dan vervolgens grote artiesten vraagt die veel geld vragen, dat vertaalt zich naar entreebewijzen. En daar zal het bestuur van het Bos Theater verstandige keuzes in moeten maken. Oké, ik stel voor dit debat nu op te schorten en de wethouder in tweede termijn... nog een wijs bestuurlijk oordeel te geven over alles wat hier technisch is verhandeld. We zijn compleet op de hoogte hoe het gaat. Veel dank voor ieders inbreng. De wethouder zal van zeggen, en dan moet u gewoon een politieke oordeel maar geven over deze motie. Of dit amendement, ja. Is dat goed? Prima. Goed zo. Dan kunt u uw betoog vervolgen. Of was u al klaar? Ja, ik vier zich afronden, maar even het beeld naar me toe. Ik ben mild gestemd. Ik was bijna klaar, voorzitter. Ik heb nog een laatste puntje en dat betreft uw inbreng over de verkeerssituatie. En dat had te maken met het parkeren en het handhaven daarop. En er gaan geluiden op, er zijn ideeën om eventueel het parkeren, dat met de blauwe schijf tot 2 uur beperkt is, om dat terug te brengen tot 1 uur. Als je dat doet, dan ga je echt voor een korte boodschap het centrum in. Wil je langer blijven of wil je een terrasje pakken, dan kan je niet met die 2 uur toe. En dan zul je je auto buiten het centrum moeten brengen. En dat zou voor een deel een oplossing voor een stukje parkeerproblematiek kunnen zijn. De vraag aan u als portefeuillehouder is of u deze gedachte met ons deelt. En of u wilt overwegen om na te denken... En uit te zoeken of dit daadwerkelijk effect zou sorteren. Het kost bijna niks en misschien helpt het voor een deel het parkeerprobleem oplossen. En dit was ons laatste punt voor de tweede termijn, voorzitter. Ik dank u voor het woord. Oké, dank. Dan ga ik naar de Partij van de Arbeid. Meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Er waren een aantal vragen gesteld, die wil ik graag even behandelen.
eerste gaat over de versnelling van de woningbouw. Zoals u zelf al zei, het zijn inderdaad algemene beschouwingen. Daarnaast hebben we ook nog een vraag gesteld in dat kader over duurzaamheidsdoelstellingen aan de portefeuillehouder. Waarbij de mogelijkheid werd geopperd voor aardgasloos bouwen. We nemen aan dat de portefeuillehouder dat in de tweede termijn ook gaat beantwoorden. De kleinsmaargelden. Volgens mij hebben wij zowel de kadernota als de budgetrapportage behandeld. En in de eerste budgetrapportage wordt ook heel uitdrukkelijk de kleinsmaargelden benoemd. Dus het is absoluut niet buiten de orde, maar geheel aan de orde. Wat betreft het abonnement, u zegt het is verstrekt overbodig. Dat is nou bijzonder jammer, want het is absoluut niet zo. Maar in bijlage 2 van niet overgenomen voorstellen in de kadernota 2018 worden die bedragen eruit gehaald. Nou, wij willen die bedragen graag weer erin hebben en daarom hebben wij het amendement ingediend. Het gaat om het veilig maken van de kruispunt en er zit inderdaad een direct causaal verband met de komst van het Kinplein plus de uitbreiding van de sporthal. Dus vandaar dat wij dit amendement hebben ingediend. Even de andere amendementen en moties ik even doornemen. Wat betreft het schrappen van de ombouw van de Koevoordeweg van 50 naar 70. Ik snap dat. Een amendement inderdaad. Daar kan ik ook inderdaad heel erg mee gaan. Het is wel de achterliggende gedachte was en is volgens mij dat je op die manier de Julianenstraat, de Schuringstraat minder druk maakt en de mensen daar meer beweegt om te gebruiken maken van een soort rondweg. Ik ben toch wel benieuwd hoe het CDA daar tegenaan kijkt. Maar ik begrijp in de laatste instantie het amendement en ik ben ook geneigd daarin mee te gaan. Wat betreft de motie over het VN-verdrag is natuurlijk een zeer sympathieke motie. Daar gaan wij ook absoluut in mee. Het VN-verdrag gehandicapten volgens mij, zoals het heet. Dat in juli 2016 is inderdaad geratificeerd. Absoluut voorstander van. Er staat aan het eind te komen met de aanpak op de thema's toegankelijkheid en communicatie. Nou, ik zou zeggen misschien wel iets minder communicatie. Niet iets minder praten, maar gewoon echt gewoon lekker doen. Gewoon uitvoeren. En dan de motie over het Bostheater. Amendement. Bostheater is natuurlijk een sympathiek amendement. Ik sta er toch wel een beetje dubbel in. Enerzijds is het heel mooi dat het Bostheater weer in ontwikkeling is. Na jaren in verval. Waarbij ook trouwens een zekere schoonheid in verval zit. Vind ik persoonlijk. Maar goed. Na jaren van verval is het inderdaad bijzonder mooi opgeknapt. En waar het Bostheater ooit begon, met de komst van een verhalenverteller, wat heel weinig decibellen kost, heel weinig technische ruimte, midden in een, bijna bovenop een prachtig natuurgebied, is het langzaamaan verworden tot een soort openluchtpoptempel, waarbij je zelf douwen kunt tegenkomen, geloof ik. En ik heb daar wat moeite mee. Waarbij je dus in het begin in een schitterend natuurgebied een verhalenverteller kon horen, zie je nu bij concerten links en rechts, dwars over de Bespenenberg, auto's geparkeerd staan. Er is zelfs een semi-verhard pad aangelegd aan de achterkant van het openluchttheater. En ik vind dat bijzonder jammer. En ik vind het jammer voor de natuur, ik vind het jammer voor het landschap. En hoe graag, en ik begrijp de doelstellingen van de Stichting Bostheater, zoals die ooit zijn geformuleerd en waar het op het begin om te doen was. Maar om daar nou een openluchtpoptempel voor te maken met een dergelijke aantal decibellen, daar ben ik nog niet zo voorstander van. Voorzitter, tot zover. Meneer Van der Moor van de ChristenUnie, wilt u een termijn? Goed bediend. Dan gaan we naar meneer De Vries Robles van D66. Voorzitter, dank u wel. Ik ga nog even in op de beantwoording zowel van de wethouder als van uzelf. En daarna zal ik ook iets over de voorliggende moties en amendementen zeggen. Op de vraag van mij of, zal maar zeggen, er voldoende middelen zijn om met name de samenwerking in de BOH met de gemeente Gardenberg te versterken,
heeft u een gloedvol betoog gehouden over dat u daar in samenwerking met de burgemeester van Hardenberg en de wethouder die naast u zit druk mee bezig is. Ik zou er echter wel op willen wijzen dat mijn vraag ook ging van hebben we daar eventueel nog middelen voor nodig? Nou, ik heb daar niets over gehoord, dus kennelijk is dat niet het geval. Maar ik wil er wel op wijzen dat er ook niet voor niets stond dat wij dat F-woord liever niet willen horen. Dus wij zouden wel graag zien dat u die samenwerking gezwind en met volle spoed oppakt. Maar dat we wel ook van de gemeente Hardenberg nou eens een keer de, laten we zeggen, de verzekering krijgen dat dat niet een opmaat voor iets is wat wij niet willen. Laten ze dat nou gewoon eens uitspreken. En ik wil daar ook nog op wijzen dat we in het voortraject een situatie gehad hebben met een ontwikkeling en dat heeft geleid tot een bestuurlijk manifest. En daar hebben we hier in deze raad fel over gesproken en daar hebben we slechte gevoelens over aan overgehouden. En dus zou ik graag iets tot stand zien komen waarvan we heel duidelijk vaststellen dit is om de samenwerking sterker, hechter, beter te maken, maar wel met respect voor ieders eigenheid. Voorzitter. Dan de tweede opmerking. Excuus, dit is een interruptie. Mevrouw. Dank u wel, voorzitter. Nee, even een vraag. Maar, vraagt u nu indirect of er een nieuw bestuurlijk manifest wordt opgesteld? Nee, ik hoop dus dat toch niet, van harte nee. Niet. Nee, maar dat we even alles duidelijk wat er zijn verschijnt, hier. Hoop ik dat niet onder de titel bestuurlijk manifest bij ons voorkomt liggen. Ja? Nee, dat was nou juist niet de bedoeling. Nee, dat heeft u goed begrepen. Ik heb het misschien onhandig verwoord. De tweede opmerking was over handhaving. Ook daar hadden wij een amendement liggen waarvan we zeggen dat kunnen we mogelijk in tweede termijn inbrengen. Ik ben blij dat u aangegeven heeft dat u dat goed opgevangen heeft, dat dat hier kennelijk een onderwerp is wat ons veel beweegt, laat ik het zo zeggen. U heeft ook gezegd dat u bezig bent om te kijken of met minder geld, maar meer inzet van andere middelen er een verbetering kan optreden. En dat betekent dat wij dus ook nu ons amendement op dat gebied niet zullen indienen. Maar we willen wel de opmerking maken dat als wij in het kader van de begrotingbespreking het alsnog nodig vinden om het onderwerp handhaving meer aandacht te kunnen geven en daar middelen voor nodig zijn, dat we als dan bij de begrotingsbehandeling wel degelijk nog met een soortgelijk amendement komen. En dan gaat het er dus even om dat we dan niet het argument naar voren krijgen van hallo, dat had je bij de kadernota moeten indienen. Mevrouw Bakelaar. Nou, wellicht dan toch nog even een extra vraag. Want vindt u niet dat we dan ook nog een keer tijdens een ander moment als raad daar indringend over moeten spreken naar aanleiding van de presentatie die we toen hebben gehad over handhaving en welke keuzes we maken. Want ik denk dat we het allemaal belangrijk vinden om daar iets mee te willen doen, maar we moeten zien te voorkomen dat we bij de begrotingsbehandeling vliegen gaan afvangen of onduidelijkheden hebben op de inhoud van wat willen we nu wel of niet uitgeven. Dank u wel voor de aanvulling, dat lijkt me zeer gepast. Maar ik had de toezegging van de portefeuillehouder zo geïnterpreteerd dat hij met de ideeën die hij daar opgedaan heeft bij ons terugkomt. En dan als laatste de opmerking die ik gemaakt heb over het sociaal domein en of daar de middelen voldoende waren. Dat ging niet zozeer over de activiteiten in het sociaal domein zelf. Maar we hebben een transformatieagenda met elkaar benoemd. En we hebben daar ook extra middelen voor beschikbaar gesteld. En mijn vraag was simpelweg, komt die transformatie nou op gang? En zijn die middelen die we daarvoor gedacht hadden, zijn die voldoende? Want als we die transformatie niet door kunnen zetten in de vorm waarin wij die voor ogen hebben, dan vind ik dat we op een nog eens een keer goed naar de ontwikkeling in het sociaal domein met elkaar zouden moeten kijken. Dan voorliggende moties en amendementen. Het amendement wat door het CDA ingediend is over de koe voor de weg, dat kunnen wij denk ik wel steunen. Maar wij zijn wel ook mede met de PvdA van mening dat de hele situatie draait om een vergroting van de doorstroming over de route via de omweg. En dat betekent dat je toch iets moet doen om daar te stimuleren dat er harder gereden kan worden. En misschien kan dat namelijk niet ook handhaven. Zonder inzet van middelen. Nou, ik zou niet willen voorstellen om niet te handhaven. Maar ik weet wel dat als je de stad uitrijdt langs de nieuw aan te leggen parkeerplaats, dat pas bij de bocht waar de afslag naar Arjen is, dat daar de snelheidsverhoging optreedt. Waarom kunnen we dat nou niet wat sneller achter, zou maar zeggen, de brug doen?
dan heb je hetzelfde effect en we hoeven er eigenlijk nauwelijks geld aan te besteden. Want het is feitelijk alleen maar het verzetten van een verkeersbord. Dus ja, ik weet niet of dat tot de mogelijkheden behoort. Ik weet ook niet dat dat betekent dat wij dan een ingreep in de bebouwde kom van Ommen doen. Maar de oplossing ligt zo ongelooflijk voor de hand. Dus we zijn in principe voor het amendement, maar zouden wel graag zien dat er wel degelijk iets gebeurt aan de doorstroming op die plek. Voorzitter, mag ik daar een reactie op geven? Ja, misschien kunnen we kort sluiten. Nou, ik denk dat dat ook richting de PvdA en D66, dat is wel onze bedoeling uiteindelijk ook. Alleen nu lijkt het, komt hij, hij plopt op in de eerste bestuursrapportage. Terwijl we met elkaar nadrukkelijk nog in gesprek moeten over die uitvoeringsagenda, waar we ook van alles van vinden met elkaar. En wij waren voornemens om nu te zeggen van het heeft nu op dit moment in deze besluitvorming geen prioriteit. Nee, dat wil niet zeggen dat u op een ander moment wel terugkomt. Nee. Maar dan is het ook nog de vraag inderdaad, precies wat u zegt. Misschien kan dat met andere maatregelen of, ja, dat weet ik niet. Daar heb ik geen verstand van, gelukkig. Jongens, ja, heb je het woord. Dank u wel. Om niet in herhaling te vallen, maar ook wij hadden de vraag, kijk... Wellicht, er wordt 15.000 euro gevraagd voor een stukje upgrading van 50 naar 70. Nou, volgens mij wordt er al 70 gereden, dus dat is niet zo moeilijk. En dan denk ik van, ja, waar is die 15.000? Nee, maar misschien kunnen we elkaar daarin tegemoetkomen. Want waar is die 15.000 euro dan überhaupt voor nodig? Zijn het er 4 borden plaatsen en zijn we dan klaar? Dus, want ik ben het wel met de voorgaande sprekers eens. We hebben ook met elkaar, volgens mij was het raadsbreed, het idee van we moeten het centrum ontzien en de doorstroming bevorderen. Dus als we dat op een goedkopere manier kunnen, dan ondersteunen wij dat van harte. Oké, maar dan onderstreept u denk ik mijn betoog daarmee. En dan kunnen we denk ik, in ieder geval wij hebben de intentie gegeven dat wij meegaan met dit amendement. Het gaat uiteindelijk om 1,5 kilometer, sorry voorzitter. Dank u wel. Het gaat tenslotte om 1,5 kilometer van 7, voor 70. Helemaal mee. Zeg het goed, ja. Gaat het over het amendement van de heer Moerman? Nou, laten we vaststellen dat zoals wij dit amendement zien, hier betoogd wordt om de middelen in ieder geval gereed te houden. En dan gaan wij volgende week over een motie praten waarin we vragen om 3 alternatieven binnen de hier vrijgemaakte financiering. Dat betekent dat wij daarmee kunnen instemmen. Dan gaan we naar het amendement van het Bostheater. Ja, ik moet zeggen dat wij het betoog van de heer Moerman, PvdA, ook op dit gebied heel, laten we zeggen, voor de hand liggend vinden. Omdat ook wij van mening zijn, ja, een verhoging van de infrastructurele mogelijkheden op het gebied van elektriciteit maakt het natuurlijk heel snel mogelijk dat daar dingen gebeuren waar we dan binnen de kortste keren ook klachten en problemen mee kunnen krijgen. En nogmaals, daar was het Bostheater. Even interruptie, meneer Boerman. Middelkamp is de naam. Middelkamp, sorry. Voorzitter, ja. Ik wil nog graag benadrukken dat Staatsbosbeheer achter deze plannen staat. De geluidsinstallatie heeft betaald, behalve die energievoorziening, hè, zeg maar de zekeringskast, of hoe je het wil noemen. Maar de vraag aan de heer De Vries op les is of hij in het verleden klachten heeft gehad of bij hem kenbaar zijn geworden over geluidsoverlast. Ik stel de vraag, om de vraag even af te maken, dat in het verleden hetzelfde type artiest, en misschien niet met dezelfde naam, maar dan wel met dezelfde decibellen, daar ook optrad. Maar dan werd er voor ongeveer het bedrag wat nu gelijk staat aan die vaste rechtenkosten, werd er een aggregaat ingehuurd. En dan had je exact dezelfde hoeveelheid optredens en geluidsoverlast als dat nu het geval is. Dus meer stroom of meer amperage betekent niet meer geluid, betekent niet meer vernieling van natuur of het stoken van orders. Dus als er in het verleden geen probleem was, dan hebben we alleen wat hogere kosten die we subsidiëren. En zal er nu ook geen probleem zijn? En dat is dus de vraag aan de heer De Vries. Nou, nogmaals, ik hoor uw betoog aan, maar ik kan uit eigen ervaring niet vaststellen of daar voorstellingen hebben plaatsgevonden in de oude situatie die wel of niet tot geluidsoverlast aanleiding hebben gegeven. Want ik ben er niet bij geweest. En specifieke klachten over het Bostheater hebben ons niet bereikt. Maar ik zou het veel sympathieker vinden om dan de suggestie van mevrouw Lagas te volgen. Laten we dan eens over dit verhaal met het Bostheater, met elkaar, met dat bestuur van mening wisselen. En dan kunnen we alsnog, wat mij betreft,
dan kunnen we alsnog bij de begroting die 2000 euro ter beschikking stellen als dat nodig is. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar dan wil ik wel een goed verhaal gehoord hebben. Ga ik verder naar de motie van mevrouw Bakelaar rondom het VN-verdrag. Het zal duidelijk zijn dat wij dat steunen, hoewel wij ook van mening zijn dat op dit moment dit al een taak van de gemeente is. Maar ik wil nog wel even de opmerking maken dat ik hier denk dat hier niet voor niets toegankelijkheid en communicatie staat. Want het punt van communicatie is namelijk dat het ook toegankelijk moet zijn. En daar zit hem nou net de crux. En dan als laatste de motie van mevrouw Lagasse. Nou, het zal duidelijk zijn dat dat aansluit op het betoog wat ik in eerste termijn gehouden heb. En dit steunen wij dan. Goed, geef terug naar meneer Bongers, de LPO. Uw tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Even een willekeurige volgorde. Ik zal eerst eventjes willen de wethouder Schillen willen vragen. Heb ik het goed begrepen dat het de bedoeling is dat bij de nieuwe afvalstoffenverordening de inkomsten in de vorm van winst die de Rova maakt in de vorm van dividend, dat dat terugvloeit in de berekening die de consumenten betalen? Heb ik dat goed gehoord en begrepen? Zo ja, dan kom ik erop terug. ander onderwerp, andere portefeuillehouder. Blij om te horen dat u het onderwerp met betrekking tot de parkeerproblematiek bij de nieuwe HEMA, dat u zich daar tot toe eigent. Wij zouden wel heel graag dat daar ook, zeg maar, dat we daar een tijdsbestek afspreken waarop er met de belangrijkste stakeholders is gesproken. Hè? De omliggende ondernemers, projectleider, HEMA, de omwonenden, dat we ook echt een plan hebben. En dan zou ik het ook heel erg op prijs stellen dat het plan van 23 ondergrondse parkeerplaatsen, zoals dat oorspronkelijk altijd is voorzien, dat we dat ook onderbouwd ja of nee tegen kunnen zeggen. Want dan kunnen we gericht met elkaar daarover discussiëren en kunnen we ook daar keuzes in maken. Ik heb het niet kunnen merken, de vraag van ons met betrekking tot het verplaatsen van de HEMA, consequenties heeft dat, economische consequenties voor de Brugstraat. Wij hebben daar in het verleden al met elkaar over gesproken. En we moeten voorkomen dat we het ene gat niet met het andere gat vullen en dat vervolgens dus in de Brugstraat daar een verval gaat optreden. Dat zou heel erg jammer zijn. Dus ook daar verwachten wij eigenlijk een raadsbrief binnen een tijdsbestek van 2 of 3 weken, waarin in ieder geval wat richtingen duidelijk worden en dat we daar ook met elkaar richting aan kunnen geven. Dan ga ik eventjes naar de amendementen en moties. Het downgraden of niet upgraden van de snelheid op de koe voor de weg, daar hebben we al uitvoerig besproken. Dan het voorstel van de heer Moerman met betrekking tot die verkeerssituatie. Ja, dit kunnen we gewoon bij de begroting van 2018 meenemen. Ik zie op dit moment geen noodzaak om daar in de kadernota uitgebreid ik vind de formulering ook niet echt voldoende gefocust. Als daar iets voor moet komen, dan zien we graag een amendement of motie of een voorstel van het college bij de begroting van 2018. En dan kijken we daar serieus naar. Hondenbeleid. Nou, daar is de LPO heel duidelijk in. Wij willen absoluut geen hondenbelasting. Die moeten we afschaffen, zo snel mogelijk. 2 is dat wij willen handhaving. Daar hebben we met elkaar ook al over gesproken. Dat miste ik overigens in de bijdrage van meneer De Vries Robles. Daar heb ik hem bij de honden niet over horen spreken. En ten derde, mocht er eventueel voorzieningen getroffen moeten worden, dan kunnen daar best specifieke aanvragen voor worden gedaan. Dan willen we daar best serieus naar kijken. Maar vooralsnog is dit een motie die totaal niet strookt met de realiteit en totaal niet strookt met onze uitgangspunten van de LPO. Dan gaan we verder. Even kijken, wat hebben we nog meer? Bostheater, nou ja. Daar steun ik meneer De Vries Robles volledig in. Ook al het voorstel
is heel sympathiek, maar ik denk dat het goed is dat we daar integraal naar kijken. Een begroting, de doelstelling van het Bostheater, de plannen voor de toekomst. En dan kun je ook gericht, want het is wel een subsidieaanvraag van meneer Middelkamp, structureel. En daar heb ik dan sowieso al moeite mee, want er zijn nogal meer verenigingen en stichtingen die dat graag zouden willen. Dan de motie van mevrouw Bakela met betrekking tot het VM-beleid. Heel sympathiek, maar ik heb goed naar de wethouder geluisterd. De wethouder geeft aan dat eigenlijk op alle terreinen er al actie wordt genomen of dan wel wordt binnenkort wordt genomen. Dus wij zien de plannen van de wethouder op dit gebied graag tegemoet. En eerlijk gezegd vind ik hem dan de motie overbodig. En ja, dat geldt eigenlijk ook voor de motie van mevrouw Lagas met betrekking tot het financieel beleid. Volgens mij is er een integraal, zou er moeten zijn van onderhoudsplannen op alle onze objecten. En zouden wij ook tijdig daarin geïnformeerd moeten worden of er pieken en dalen zijn met betrekking tot specifieke vervangingen. Dat we dan inderdaad alsnog onverwacht verrast worden, negatief verrast worden, dat is heel vervelend. Maar ik denk, dit zou een wezenlijk onderdeel moeten zijn van een operationele eenheid. Dat ik denk van ja, die motie, die kan het dan niet meer doen. Mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik had er van meneer Bongers met zijn striktheid op de financiën toch wel even iets anders verwacht. Er staat namelijk in de kadernota staat daar een PM-post. En ik heb van u geleerd, en ik dacht, yes, nou leer ik ook wat. PM-posten daar op die plekken waar juist je de grootste risico's verwacht, dat wilde u nooit. Dus ik denk, van nou, dan ga ik meneer Bongers ook bedienen, want die wil nooit PM-posten op grote risicoposten. Daar is die motie voor bedoeld. Dat hij niet meer als PM straks bij de begroting staat. Ja, we komen wat nader bij elkaar. Vind ik fijn dat u mij wilt bedienen. Maar, ik ben vrouwelijk gast, dan ben ik pastoor. Ik zou niet willen leren. Nee, maar... Jawel, ik snap wel. Ik zit alleen met twee punten. Ik vind het, wat ik al aangaf, het zou een integraal onderdeel moeten zijn van het operationeel gebeuren. En dan vraag ik me af... Terecht dat u zegt van het mag geen PM-punt zijn in de kadernota, daar ben ik het ook 100% mee eens. Maar gaan we nu. Wat bereiken we nu dan? Meneer de voorzitter, ik hoop hiermee te bereiken, en dat staat ook in de motie, dat het geen PM-post meer is op het moment dat wij de begroting krijgen. Het is nu een PM-post in de kadernota en ik vind dat te link voor de lange termijn. We hebben meerdere investeringen nog te doen. En op het moment dat wij meer helderheid hebben over de verwachte kosten op lange termijn, in het kader van vervanging en investeringen. Deels hebben we er al naar gekeken in het kader van de gebouwen. Maar er zijn natuurlijk ook zaken als kunstwerken, er zijn allerlei posten die vervanging en groot onderhoud nodig, riolering, die vervanging en groot onderhoud nodig hebben. En wij willen die gewoon niet meer als PM-post zien staan. We willen daar gewoon een indicatie op hebben op lange termijn. Voorzitter, met deze toelichting denk ik dat wij daar wel in mee kunnen gaan. Dan hebben we ze allemaal gehad. Dan wil ik u allen danken. CVD dan, hè? Ja, volgens mijn balboekje is mevrouw Lagas nu aan het woord. Oh, dat is een andere uitnodiging. Ja. Goed, voorzitter. Even een paar kleine opmerkingen naar de collega's. Dus niet zo heel erg veel. Allereerst, mevrouw Bakelaar hield hier aan betoog... Nam zij iets over van ons van de jaarrekening of het jaarverslag. Dat deed mij goed. Dat had namelijk te maken met de digitale dienstverlening naast het persoonlijk contact. Daar hebben we ons bij de jaarrekening het jaarverslag hard voor gemaakt. Je kunt heel hoog scoren op de digitale dienstverlening. Maar het moet ook heel, heel hoog scoren op het persoonlijke contact. En dat liefst aan de voorkant. Dan even kijken naar de andere... partijen, daar heb ik op zich niet zo heel veel opmerkingen over. Die komen bij moties en amendementen terug. Even in het algemeen richting de antwoorden van het college. Ten aanzien van het bijstand, we hadden daar zelf in onze eerste termijn geen aandacht aan geschonken. En u hoeft daar als college nu geen antwoord op te geven. Maar wat is nuttig is om te kijken, want er komt steeds weer terug dat de mensen die in de bijstandssituatie zitten, dat zijn natuurlijk onze statushouders, dat zijn mensen die in een vanuit een Larkoms-situatie komen. Ik hoor toch een te nauwe
doelgroep daarin. En ik denk dat het breder is. En ik vraag me af of de volledige doelgroep wel in beeld is. En nou, misschien moeten we het daar eens even over hebben. Want dat hoef je nu geen antwoord op te geven. Maar ik vind iedere keer wat smal terugkomen in de discussie. Dan ten aanzien van de kosten van de versnellingsagenda wonen. Nou, daar zijn we het niet over eens. Maar dat is iets waar we het al jaren over eens zijn. Dat we het daar niet over eens zijn. U had het over een commissie juli, omdat u daar nog met iets kwam. Wij vragen ons af of dat allemaal nog lukt. Het is wel een heel kort dag. Dan had u in uw beantwoordingen aangaande de grondposities waar wij ons zorgen over maakten, die verder gingen dan de Vlierlanden en Haven West, kwam u met het voorbeeld Vilsteren. Ja, dat is leuk natuurlijk, maar dat is onze grond niet. Dat is van het landgoed. Dat vind ik een heel leuk voorbeeld van... Hallo. U bent een man, u kunt geen twee dingen tegelijk. Nou, daar ben ik het nog niet mee eens. Als hij het niet met me eens is, dan kan hij herhalen wat ik gezegd heb. De wethouder kan het tegen. Gaat u verder. Hij kan het tegen. Goed, wij gaan in ieder geval... Vilsteren is natuurlijk een mooi voorbeeld, maar dat is niet onze grond. Dus dat is niet zo'n best voorbeeld in het kader van risicogronden voor onze grondposities qua wonen. Maar onze vraag was heel duidelijk. Wij willen die risicoposities goed in beeld hebben bij de volgende meerjarenplannen van de grondexploitaties. Dan Varssen, dat is al meerdere keren genoemd. Het treintje, de Brink. Nou, goed dat u met plaatselijk belang ook kijkt wat de eigen werkzaamheden kunnen zijn. Maar hou ons alsjeblieft wel op de hoogte. Mensen hebben zo lang moeten wachten. Het zou toch verschrikkelijk sneu zijn wanneer ze op hun ideeën moeten gaan beknibbelen op een paar duizend euro. Hè? We worden wel meer duizendjes hier over de tafel gegooid die anders onderbouwd worden. Nou, de jeugd is risicovol en wel. Nou, daar komt u op terug. Lokaal, daar gaan we verder nu niet op in. De BOA's zijn behandeld. Dan kan ik nu ingaan op de amendementen en de moties. Dan begin ik met het amendement van de Koevoordeweg. Leuk die verwarring iedere keer of het van 50 naar 70 gaat of van 70 naar 50. het is 50 en het blijft voorlopig even 50. En alle ins en outs zijn langs over tafel gekomen. Overigens is daar in de vorige discussie ook al door andere partijen aandacht voor gevraagd of dat wel een goede keuze was om naar 70 te doen. Ik wil die partijen toch eventjes daarin weer ondersteunen. En ik denk dat het belangrijk is om in de prioritering daar goed naar te kijken wat de effecten zijn. En ook omdat de effecten van de Schuringstraat, Julianenstraat mee te nemen is zeer zinvol. Wij ondersteunen het amendement. Dan het amendement van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ik vond het trouwens leuk dat meneer Bongers een voorstel deed dat het college dan met een motie moet komen. Het is misschien een slip of the tongue, maar volgens mij is dat staatsrechtelijk iets nieuws. Vinden wij het ook wel spannend, dat heeft meneer Bongers ook al aangegeven, om met dit amendement mee te gaan. Maar wij zien hem als een taakstelling van het reserveren van middelen. Die varianten die komen eraan. Wij houden die varianten in de gaten, moeten nuttig en noodzakelijk zijn. En dat besluit dan valt dan nog definitief in het kader van het inzet van de middelen. Dan gaan wij naar het hondenbeleidverhaal. Ik ga me inhouden. Wij steunen het amendement, maar wij zeggen er wel bij dat wij kritisch zullen kijken naar de incidentele kosten. Want wij zijn een beetje verbaasd over de hoogte van dat bedrag. Maar dat zal nog wel onderbouwd gaan worden tegen die tijd dat het zover is. Maar dat houden wij goed in de gaten. Dan het amendement van de VOV over het Bostheater. Ik meende dat oprecht net bij de interruptie. Ik vind het verrekte jammer dat we daar zo weinig achtergrondinformatie over hebben. En het Bostheater heeft zich inderdaad prachtig ontwikkeld. De mensen die zich daarvoor inzetten, bestuur en alle vrijwilligers, niets dan lof. Ik zou ook heel graag het verzoek om subsidieverhoging, zeker omdat die structureel is, in verhouding willen zien met de overige subsidies in het kader van de culturele activiteit in Ommen. Volgens mij komt die ook nog weer op de agenda, die subsidies. En ik zou hem daar graag in mee willen laten nemen. En dan in ieder geval onderbouwd of in overleg met bestuur zou ik echt wel graag een keer gebruik van willen maken van het voorstel. Om eens te kijken, wat is nou echt nodig daar en wat zijn de toekomstverwachtingen en hoe structureel verwacht u het ook in het kader van inkomsten? Want u gaf in uw beantwoording straks aan dat het de kosten voor de baat uitgaan. En dat past niet bij een structurele subsidie.
Dus dat bijt nog een beetje. Dus daar zou ik toch echt graag meer over willen weten. Dus onze fractie gaat op dit moment niet akkoord met dit amendement. Maar u weet waarom. VN-verdrag, motie, dat steunen wij. Ook al hebben wij een klein beetje overbodig gevoel daarbij. En dat was het. Ja, mijn eigen motie steunen we natuurlijk ook. Maar. Nou, dat hoeft niet. Mevrouw Bakker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin gelijk met de amendementen en ik kom zo nog met een paar opmerkingen richting het college. Nou, we hebben het genoeg gehad over de snelheid. We weten allemaal dat we 50 km per uur op de koe voor de weg mogen rijden. En dat blijven we voorlopig ook doen, dus dat is prima. Wij steunen amendement van de PvdA. Ook wat mevrouw Lagas ook duidelijk zegt, gaat om het reserveren van middelen. En het vervolgtraject komt, dus vanuit die intentie steunen we het ook. Gaan we naar, nou dat is onze eigen inderdaad, het hondenbeleid. Ja, en dan inderdaad het Bostheater. Ik denk dat we gewoon vlot om tafel moeten met het bestuur. En daarbij wel rekenschap houden van het feit dat misschien Bissing ook wel wat wil. Het Tinnenfigurenmuseum wil ook. Dus ik ga deels mee wat mevrouw Lagas zegt. Van, je zou het ook in het, meerdere perspectieven moeten bekijken. Van alle vraagstukken die er liggen en extra subsidies die wenselijk zijn. Tegelijkertijd kan dit ook iets zijn wat klein is en wat nodig is. Dus ik wil het ook niet bij voorbaat uitsluiten. Maar ik zou wel van het bestuur dan willen weten wat is het dan precies. Nou ja, iets meer onderbouwing dan nu. Dus hij voelt heel goed. Tegelijkertijd kan hij meer goed voelen. Dus ik vind hem lastig even om. Dus we zullen hem nu niet steunen. VN-verdrag. Ja, ik voel toch even. We moeten even kietelen. Want ik heb alleen maar gehoord van het college dat er wat groepen. Allerlei activiteiten aan het uitvoeren zijn, voorbereiden zijn, die eventueel te maken hebben. Met toegankelijkheid van welke groepen dan ook. Nou, misschien wil de wethouder daar nog iets extra's over zeggen. Waar het ons met name om te doen is dat bij het tweede aandachtstreepje van is van mening dat het vele malen verder gaat dan het sociaal domein. En het gaat dus ook om onze website, het gaat ook om onze folders, het gaat ook in de richting van het laaggeletterdheid. Het zit ook nog eens in de kwaliteit van dienstverlening. En hij zit ook nog eens in de omgevingswet. Dus ook in die zin kun je kijken naar hoe toegankelijk is onze inrichting binnen Omme in totaliteit vanuit ondernemers. Nou, noem het maar op. Dus hij gaat vele malen breder. En dan willen wij toch dit extra steuntje in de rug geven. Ook vanuit onze inbreng richting de BOH. Hè. En ook de VOV heeft dat regelmatig ook geroepen. Alle brieven die er zijn. Dit maakt ook dat je nog nadrukkelijker bezig bent. Maar van zijn wij voldoende toegankelijk voor alle groepen die dat nodig hebben? Ik zie een interruptie, voorzitter. Wij wel, maar. Dank u wel, voorzitter. Even serieus. Ik snap uw toelichting. Vind ik ook goed. Ik vraag me alleen af. Kunt u aangeven wat u verwacht, wat het betekent voor de organisatie? Want het is niet zo dat we om dit te bereiken een gigantische apparaat aan toeters en bellen aan het optuigen zijn om laten we zeggen, in dat keurslijf van zo'n VN-verdrag te komen. Ik zoek even naar de verhouding tussen doel en middelen. Helder. Ik denk juist dat je met dit soort dingen klein zou kunnen beginnen. En gewoon al beginnen van hebben wij binnen elk beleidsstuk staat er ook in hoe wij omgaan met die toegankelijkheid. Dus dat je ook kijkt, moeten we iets met dit thema toegankelijkheid op het moment dat er een beleidsstuk voor ligt in de ambtelijke organisatie. Maar ook eenvoudig communiceren. Hoe doe je dat eigenlijk op de website? Doen we dat voldoende? Ook als het gaat om het sociaal domein, de brieven die uitgaan. Dat je daar nog nadrukkelijker mee bezig bent dan we nu zijn en daar ook een agenda aan koppelt. Dus we hoeven geen groot programma, dat is juist niet de bedoeling. Maar veel meer die nadruk leggen op vanuit die wetgeving die er nu is, op datgene wat we zelf ook al willen vanuit onze klant, vriendelijkheid en ook de mensen überhaupt bereiken als overheid. Dus dat is even in extra, dus klein, vooral klein houden. Ik was al bijna vergeten dat ik bezig was. Goed, even kijken.
Ja, nou, wij steunen de motie van de VVD. Ik zou bijna zeggen uiteraard, want je moet geen PM-posten hebben. En laten we ook goed zorgen voor de raad na ons. Hè, dat we ook dit soort zaken duidelijk op orde hebben. Nou, volgens mij waren dat alle amendementen en moties, voorzitter. Dan nog even kort op onze eigen bijdrage. We hebben veel antwoorden van u gehad. Nog even een paar langslopend. Even kijken. Ja, toch de sonar. Met een knipoog zegt u van, nou, het geld had eigenlijk toch wel vanuit het sociaal domein moeten komen. En laten we het vooral hebben over de inhoud. Nou, daar moeten we het zeker, daar hebben we het over. En die steunen we ook van harte. Maar we zien het wel graag gewijzigd. Dus dat dit op een degelijke manier gebeurt, komt uit het sociaal domein, moet het ook uitgehaald worden. Even gewoon principieel. Ik zou willen voorstellen, want ik hoorde de portefeuillehouder over de informatiebeveiliging en hoe belangrijk inderdaad dat is. En dat onderschrijven we ook. En wellicht kan dat ook iets zijn wat de gemeentesecretaris in haar presentatie meeneemt rondom de BOH. Niet in volledigheid, maar even om ons een inkijkje te geven. Want het gaat ook om datalekken en dat soort dingen. En ik zou het ook mooi vinden als we het daar eens een keer met elkaar over hebben als raad. Ik geloof dat mijn collega er allerlei associaties bij heeft. Even kijken. Goed om te horen dat er indringende gesprekken ook gaande zijn over onze gezamenlijke doorontwikkelingen als BOH. En dus we wachten het bericht van de beide burgemeesters af. Even kijken. Ik begreep dat er voor de zomer een plan komt. Nou, daar zijn we dan wel benieuwd naar. Maar laten we het maar ophouden dat er gewoon indringende gesprekken zijn. Waarbij we zo snel als mogelijk ook betrokken worden als raad. Denk dat dat goed is. De handhaving, nou, daar heeft de D66-fractie voldoende over gezegd. En ik denk dat het goed is dat we daar serieus aandacht aan gaan besteden. Zodat we ook dat nog wel deze periode ook voor een volgende raad. Niet om over onze grenzen heen te gaan, zeg maar wel duidelijk aan te geven, dit is belangrijk voor Ommen. En dan een ander punt, voorzitter, waar ik graag nog iets meer over zou willen horen van u, is de agrofood. Want nou, u zegt, maak er een tweet van. Twee ambitieuze gemeenten. Wij zijn heel erg benieuwd wat kost het. En hoe geven we dit nu handjes en voetjes? En moeten we dit nu al handjes en voetjes geven ter ondersteuning van u? Dus moeten we hier nu een motie van maken of niet? Want we hebben te weinig informatie, hebben er wel behoefte aan om wel het thema ook wel weer aan te geven van hoe belangrijk we het vinden. Dus daar zouden we graag in tweede termijn iets over horen, opdat we dan eventueel schorsen nog. Om even te kijken of dat collega's ook daar iets van vinden. Maar... En wat ze daar dan van vinden. Even kijken. Ja, de zondagsopenstelling en de evaluatie. Ik begrijp dat die ook gaat komen. Ik zou graag nog wel iets concreter willen weten. Wanneer gaat die dan komen? Zondag. Nou, dat is goed. Daar heb ik geen moeite mee. Want zoals u weet zitten we daar allemaal op een iets andere manier in. Maar ik zou hem wel graag willen hebben. En volgens mij ben ik dan niks vergeten, geloof ik. Dames en heren, de raad heeft zijn eerste termijn gehad voor het wedstrijd... Tweede termijn, ja, sorry. Vervolgens kan ik u melden dat we een goed bericht hebben van onze brandweercommandant. Hij meldt mij brandmeester, ongeveer 100 vierkante meter verbrand. Nou, dat valt alleszins mee. Toch? Vind ik wel. Dus dat is mooi dat dat uiteindelijk toch snel is geblust. Dan gaan we naar de tweede termijn. De wethouder begint en ik vul wel aan. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het snel kan, want de fracties hebben met name ook op elkaar gereageerd. Ik zal nog een paar openstaande vragen doen. Allereerst richting de VOV. Waarom de versnelde woonplannen aan de orde waren? Nou, in de BRAP is een post opgenomen om extra geld mogelijk te maken om in termen van de procedures versnelde woonplanning mogelijk te maken. Dat is de aanleiding om te doen. Dan uw punt over de reserves. U heeft gelijk dat het over 4 jaar 4,5 is. Dat is nog wel 1 miljoen meer dan ons minimum. Ja, is het glas half vol of half leeg?
U heeft terecht eerder vastgesteld dat die reserve over die een aantal jaren zelfs onder nul kwam. Dus zo gezien hebben we inderdaad die progressie. Maar ik ben het met u eens. Er is nog geen reden om de vlag helemaal uit te hangen. We moeten voorzichtig blijven. Mantelzorg, daar hebben we elkaar misverstaan. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de verbetervoorstellen natuurlijk centraal te stellen. Ik heb alleen willen zeggen dat bij eerste lezing het idee was ook ambtelijk dat zeg maar, wij die maatregelen, voor zover ze worden voorgesteld, waarschijnlijk wel uit het verhoogde budget kunnen bekostigen. Maar die voorstellen die komen nog naar u toe. Dan de meiscirculeren was ik inderdaad vergeten. Natuurlijk wordt dat verwerkt. Sowieso al bij de tweede bestuursrapportage dit najaar. Omdat er ook gevolgen voor dit jaar zijn. Dus dat gaan we al doen. En natuurlijk ook bij de primitieve begroting 2018. Dus dat gaan we inderdaad natuurlijk verwerken. D66 had nog één vraag over het sociaal domein. Oh, wacht. Is dat... Ja. Ja, nu wil ik al. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik had gehoopt dat de portefeuillehouder nog iets over het Posttheater zou zeggen. Ja, de dat moties komen nog. Dat komt nog? Ja. Oké, dan slik ik mijn interruptie in en dan meld ik mij weer als dat aan de orde is. Dank u. Ja, dat had ik natuurlijk even kunnen zeggen, maar de moties doe ik even aan het einde. D66 had nog één vraag openstaan over het sociaal domein. Hadden we inderdaad elkaar misverstaan. De vraag is of de transformatiemiddelen op orde zijn. Komende dinsdag is in het college de transformatieagenda aan de orde. En dan kunnen we inderdaad ook bekijken van of het inderdaad toereikend is. In eerste instantie lijkt dat het geval te zijn. Uiteraard zullen we het desbetreffende stuk zeg maar ook naar u sturen. We hebben overigens ook nog de afspraak, was de instigatie van de heer Middelkamp, om nog eens even over de financiën te praten. Die afspraak komt ook nog, wat mij betreft, voor de zomer. Dan, de LPO veerde al op over de afvalstoffen. Maar, meneer Bongers, ik moet u op één punt teleurstellen, want mevrouw Lagas had het over een daling van de begrote kosten bij de inzameling. En daar ging het ook weer daadwerkelijk om. Het ging dus niet over de dividend van de Rova. Ik geef u dus graag toe dat u altijd een warm pleitbezorger bent geweest voor het verlagen van de afvalstoffenheffingen. Dus die geef ik u wel, maar op het puntje van de Rova geef ik hem u niet. Wat mevrouw Lagas terecht betoogde was van, goh, maar als dan de inzameling, dus door Diftar en wat iets meer zei, een meevaller is, dan moet dat linea recta terug naar de burger. En dat gaat gebeuren. Met het bijbehorende positieve effect. Ja, en sprekend over mevrouw Lagas, die al opmerkte dat ik zweeg. Ja, dat was ook zo. Want u kent zelf uiteraard het gezegde wel, dat vrouwen dol zijn op zwijgende mannen, omdat ze dan denken dat die luisteren. Welk politiek gevolg dat heeft, moeten we dat nog maar eens afwachten. Eén ding, uw punt op de versnellingsagenda. Nog even nagevraagd bij de G4. 6 juli hebben die zeg maar in commissieverband aan de orde. En dan komen ook al uw punten die u al heeft geduid aan de orde. Nou, het punt van de risico's, daar heb ik het al duidelijk over gehad. En ik ben het geheel met u eens. Een PM is inderdaad een aanleiding om daar extra aandacht aan te geven. Het CDA vroeg nog van, ja, hoe zit het nou precies met de inclusie? Het is inderdaad een breed onderwerp. En nou, ja, kijk, het college was in zoverre positief over de motie, omdat het ook goed is voor die werkgroep die bezig is om te horen dat dit belangrijke onderwerp ook politieke aandacht heeft. Dus zo kan ik me voorstellen. En ik vind hem ook wel goed om een beetje te duiden. De werkgroep heeft op dit moment twee thema's gepakt. Dus zowel de toegankelijkheid als de communicatie. Waar de heer De Vries Robles de spijker op zijn kop had trouwens. Waar het gaat om die communicatie. Ja, wat het college betreft gaan we er in het najaar over praten. En u heeft een aantal duidingen erbij gegeven waar ik zeer mee uit de voeten kan. Ja, het punt van de sonar heb ik al mea culpa gezegd. De foutje. Kunnen we herstellen? Moeten we even kijken hoe we dat boekhoudkundig doen. En dan nog even over de kosten, financiële verhaal van Agrofood. Hebben we even laten uitzoeken hoe dat ambtelijk. Ons is gemeld dat indien om een twee keer incidenteel €19.000 ter beschikking stelt, dat er ook een stuk cofinanciering van de provincie bij komt. Tenminste één keer 20.000, maar je mag hopen op meer. Het is niet gezegd dat het dus twee keer is, maar er komt in ieder geval cofinanciering bij. Dat is één.
Dus wat we kunnen doen is, als u zegt van goh, ga daarmee aan de slag, dan gaan we dat doen. Maar dan laten we dat even ook aan u over. Nog even dan over de... Voorzitter. Precies. Hoppa. Er staat in de bestuursrapportage al €10.000 vermeld. Is dit bovenop die €10.000, die 2 keer 19 incidenteel? Maar de 2009, sorry, dit gaat over 2018 en 2019. De 10.000 is voor 2017. Dan de amendementen en de moties. Zwart. Oh, excuus. Ja, u zweeg niet, dus u luistert ook niet, hè? Even ter aanvulling op uw antwoord over Agro en Food. Ik denk dat het verstandig is om even het provinciale innovatiebeleid Agro en Food op te vragen en even aan de raadsleden ter beschikking te stellen. Want daar zit een heel groot programma onder. Maar dat is wel heel leuk om te zien. Om dat eens even voor de raad om te lezen wat er allemaal in het programma zit. En dat geeft een veel duidelijker beeld over de reden van de kosten en wat er allemaal mogelijk is in dat kader. En u heeft de spijker op zijn kop. En juist die provinciale agenda, hè, en als Omme die ook deels pakt, is er reden voor de cofinanciering. Ja, dus maar daar staat hij goed in omschreven, dus hoeft u zelf geen werk te doen, dan kunt u het... Nee, maar dat is ook de reden waarom we het voor relatief weinig geld kunnen doen. Zo bedoelde ik hem niet hoor, maar laat maar. Het amendement van de heer Middelkamp. Ja, ik heb even, het gevoel van de raad op me laten inwerken. Maar ik heb gezegd, ik vind het een sympathieke motie. En ik heb er ook met het bestuur over gesproken. En heb nou echt niet de illusie dat daar Led Zeppelin komt spelen. Ik zou het trouwens wel prachtig vinden. Goede muziek. Maar dat gaat er dus echt niet gebeuren. Want de heer Middelkamp heeft groot gelijk. Het is echt niet zo dat door middel van de versterking van het aantal amperes, dat er ook een verhoogd geluid is of zo. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat de raad vindt dat ze even alle plussen en minnen en effecten op een rij willen krijgen. En als dat helpt, dan ben ik graag bereid om dit eens even in overleg met het Bostheater even op rij te gaan zetten. Dan schrijven we dat even goed uit. Komen we uiterlijk bij de begroting erop terug als de heer Middelkamp daar ook geen probleem mee heeft. De Middelkamp, wat vindt u ervan? Voorzitter, wat vind ik daarvan? Voorzitter, het subsidieverstrekken is een verantwoordelijkheid van het college. En u geeft aan Omroep Bissing, u geeft aan het Festival aan de Vecht en ik weet al niet diverse bedragen uit. En we hebben met verbazing vanuit onze fractie kennis genomen van de veelheid aan vragen om een bedrag van €2.000 uitputtend gemotiveerd en begroot te zien, terwijl dat bij vele anderen niet aan de orde is. Daarnaast, voorzitter, dus ik hoor graag een reactie daar, voorzitter, van de wethouder op. Als het goed is, zou u de begroting moeten kennen, want we hebben natuurlijk met de ambtenaren contact gehad over de ambtelijke toetsing van het amendement. En waarschijnlijk weet u dat en kunt u misschien als onderbouwing vanuit uw verantwoordelijkheid aangeven dat het inderdaad gaat om wat we hebben ingebracht. En misschien dat u daar nog een duit in het zakje zou kunnen doen. En even kijken, wat had ik er nog meer over? Oh ja, de leden van de fractie van de VOV zijn regelmatig bezoekers van het Bostheater. Wij hebben daar een van onze leden die huisvest daar in de zomerperiode veelvuldig. Daar zijn nog nooit klachten geweest. We hebben nog nooit klachten gehoord, niet van de camping, niet van Staatsbosbeheer. En het verbaast ons dan in hoge mate dat er... huivering is over hele harde geluiden van raadsleden die er niet komen of misschien nog wel nooit geweest zijn. Dus wij snappen eerlijk gezegd niet, daar waar het gaat om iets wat €2.000 per jaar kost. En dat komt ieder jaar terug, of we dat nou willen of niet, dat is gewoon het geval. En dat is vanwege wat ik zojuist heb toegelegd in de eerste en tweede termijn. Dus graag horen we van de wethouder hier nog even een reactie op. Dank u. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik toch graag even reageren. Ik voel me totaal niet aangesproken, want u komt daar echt al jaren, meerdere maanden per week. Dus ik weet echt wel wat daar gebeurt. Ja. Nou.
Voorzitter, ja, dan heb ik toch blijkbaar de heer Moerman aangesproken. En dan zou ik vanwege zijn reactie willen vragen of hij wel eens in zijn veelvuldige aanwezigheid daar klachten heeft vernomen of zelf een klacht heeft gehad en ingediend vanwege geluidsoverlast. Of dat dat misschien ook wel niet het geval is. Dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn inderdaad bij mij wel eens klachten binnengekomen over geluidsoverlast, niet zo vaak. En helaas is het zo dat nachtdieren geen klachten kunnen geven. Maar dat neemt niet weg, wat ik ook al in de eerste zei, dat het een hele sympathieke is van het Bos Theater, hoe het begonnen is. Het is ooit begonnen als een verhalenverteller. Nu wordt er gelijk al gezegd dat het Led Zeppelin zou leuk zijn. Nou, het is een heel verschil tussen een verhalenverteller en Led Zeppelin. En dan heb ik het niet alleen over de geluidsoverlast, maar ik heb het ook over het parkeren. Ik heb het al gehad over auto's die kriskras op de Bessemberg staan. Ik heb het gehad over een semi-verhard pad wat achterlangs het Bos Theater loopt. Dus daar zijn wel heel veel bezwaren aan te geven. Meneer Moerman, u gaat een beetje buiten het onderwerp, denk ik. Maar goed, wethouder? Nou ja. Ik, de heer Middelkamp vroeg nog even van, goh, ga even in op die subsidiedingen. Kijk, op zich is het amendement gewoon technisch goed verwoord. Daar is geen enkel misverstand over. Twee, wat is nou het verschil met andere posten, ook als het gaat om subsidies en dergelijke? Het verschil is licht, namelijk dat dit een structurele post is. Het evenementenbeleid is in beginsel, zeg maar, incidenteel, totdat je 5 jaar hetzelfde bedrag hebt. Dan kan die structureel worden. Het is een uitzetting structureel en dan is het ook wel waarschijnlijk terecht om daar even over van gedachten te wisselen. Ik heb eerlijk gezegd niet het idee dat het geld hier het vraagstuk is, maar vooral de onbekendheid met de effecten. Zo heb ik de raad ook gehoord, even los van hoe je dat duidt en wat je van Led Zeppelin vindt, die daar trouwens niet gaat optreden. Maar ik zou u dus in overweging willen geven, van goh, laat het nou even uitschrijven, kom ik met het bestuur in gesprek. Hebben we even met die effecten het voorstel daar. Zorgen we dat er voor de begroting ligt. En dan denk ik dat iedereen tevreden kan zijn. Bakelaar wil ook nog een interruptie geven. Ja. Ja, voordat ik niet meer kan omdat de wethouder klaar is. Eventjes een vraag toch over het agrofood. Willen we zometeen wel even een schorsing? Omdat ik even met de fractievoorzitters daar even over wil spreken. Over met name 2018. En de mogelijkheden of dat we er iets mee willen. Namelijk, want volgens mij moeten we dan op dit moment daar iets mee. En daar zou ik dan even kort toch over willen hebben. Ja, we gaan straks even schorsen en dan houden we de beraadslaging gewoon nog even aan. Dan kunnen we dan kijken waar we staan. Dat is misschien wel een goed idee. De wethouder vervolgt zijn betoog. Ja, voorzitter, ik was bijna klaar. Hè. Nou, ik heb al aangegeven verdrag inclusief beleid, hè, van hoe we daarin staan. En tenslotte het financieel beleid, de motie van de VVD, heb ik dacht ik al aangegeven, juist vanwege het PM, dat we daar ook positief ten opzichte staan. Dat zijn in ieder geval de moties die in mijn portefeuille zijn, voorzitter. Tot voorzitter. Voorzitter. Oh, wacht, is nog een interruptie. Of ik heb niet goed geluisterd, maar dat heeft ook te maken met dat ik op dit moment niet alles helemaal 100% kan verstaan. Door bepaalde omstandigheden. Maar gaat u ook nog in op het amendement van de heer Moerman? Wat de Chevalerostraat of de Kievitstraat betreft? Er komt nog. Andere portefeuillehouder. Goed, wethouder is afgerond. Dan zal ik vanuit de portefeuille nog een paar dingen zeggen over zaken die besproken zijn. Over veiligheid, openbare orde en handhaving is gesproken over het hondenbeleid. Ik heb het gevoel dat het draagvlak is bij de Raad om dit amendement aan te nemen. Dat kan. Maar als er ook gezegd wordt, ja, dat moet ook gehandhaafd worden als er daarna spullen zijn verpakt en netjes zijn gedeponeerd. En er zijn nog steeds brave burgers die een hondje op de onjuiste wijze hun ding te laten doen. Dan moet je toch handhaven. Dus ik zeg erbij, ja, wil je de complete cirkel sluiten, dan moet er wel handhavingsgeld bij ook. Want ja, met dit soort dingen alleen kom je wel een end. Maar dan kom ik terug bij de Raad. Dan zult u ook zelf die afweging moeten maken. En dat zal een harde afweging worden. Want u vraagt om heel veel handhaving. Er zijn ook veel zaken die gehandhaafd moeten worden. Dus ik stel voor dat de Raad dan interruptie, mevrouw Bakelaar. Daar een dekking bij vindt. Interruptie, mevrouw Bakelaar. Mevrouw Bakelaar.
door de deskundigen op het gebied van hondenbeleid heb ik mij laten influisteren dat er al 40 uur handhaving in dit voorstel zit. En dan gaan we uitproberen of het lukt. Ik heb erover gezegd wat ik gezegd heb. Ja, meneer Kader, zit u maar een beetje voor. Dat lijkt me wel ja, goed. Dat wou ik ook net voorstellen, van, dat ik dat maar weer even oppak. Interruptie, de heer De Vries Robles. Ja, ik wil nog even wijzen op het feit dat we over hondenbeleid in september nog met elkaar komen te praten. Uw argument volstrekt terecht is, maar dat zeker dan aan de orde komt. Goed, dan ga ik graag verder naar het volgende onderwerp. Dat is de BOH. U hebt in tweede termijn ook weer het nodig over gezegd. Dat betekent dat de belangstelling daarover groot is. En ik proef ook bij u de politieke wil om er iets van te maken. Om het beter te laten functioneren, om het sterker te maken. En ook als beide gemeenten hier sterker uit te komen. En ik proef die wil ook bij het college in Hardenberg. Dat kan ik echt zeggen. Voorzitter, mag ik ook even een interruptie? Dat mag, meneer Rijon. Ja, voorzitter, want ik heb, ondanks mijn buurman de woordvoerder is, goed geluisterd wat er allemaal gezegd is, vanzelfsprekend. Ik heb het met u in de onder diner ook al even gehad, maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe de raad hier zelf naar kijkt. Want ik vind dat hier, als het gaat over de rol van de BOH, de taken van de BOH in de richting van de gemeente Ommen, dat er ook een taak ligt voor deze gemeenteraad. En dat hebben we al eerder aangegeven, dat er een duidelijke aansturing moet komen. Dat deze gemeenteraad duidelijk kaders weg moet zetten van wat wij verwachten. En ik vind het eigenlijk, ik vind het heel goed dat u het als gemeentebestuur oppakt. Maar ik vind er ook een hele grote rol liggen bij deze gemeenteraad. En ik zou graag van mijn collega's willen horen of ze dat op willen pakken. Van op welke manier gaan wij nu, zou de vraag moeten zijn, aansturen dat wij dat krijgen wat we hier moeten hebben. Mevrouw Bakelaar. Nou, ik denk dat ik een heel duidelijk antwoord richting de heer De Jonge kan geven. Dat wij namelijk via de Griffie een uitnodiging hebben uit laten doen gaan, of uitgaat naar onze collega's in Hardenberg met het verzoek om indringend met elkaar om tafel te gaan als vervolg op het eerdere overleg wat wij dit jaar met elkaar gehad hebben, om onze rol als opdrachtgever op een goede manier vorm te geven ten behoeve van de kwaliteit van de inwoners waar we het tenslotte allemaal voor doen. Voorzitter, als u mag. De Jonge. Even, ik begrijp wat u zegt, hè, en dat is ook gewoon helder, die procedure is mij bekend. Maar ik zou ook graag willen, of mijn fractie zou graag willen, dat wij ook buiten de gemeenteraad van Ommen hier helder aangeven van wat wij verwachten. Want daar hebben we de gemeente Hardenberg en het gemeentebestuur van Hardenberg niet bij nodig. Ik denk overigens, meneer De Jonge, dat we dat vanavond niet moeten doen, want dat voert te ver. Ik denk dat je daar eerst eens goed nadrukkelijk over na moet denken voordat je hier in het wilde weg een aantal dingen gaat roepen. De heer De Vries Robles. Ik meen dat we toch al een afspraak met de secretaris hebben staan, dat hij hier een verhaal voor ons komt houden over de doorontwikkeling van de BOH. Dat lijkt me het geëigende moment om deze discussie met elkaar te voeren. Mijn punt ging veel meer over het feit dat wij willen dat de samenwerking voortgang vindt en dat daar een modus voor gevonden moet worden en dat dat in het belang van beide partijen is en dat we dat graag een zet willen geven. De heer Verkerk. Ja, ik dank meneer De Jonge voor deze interruptie. Dat is precies wat ik nodig had, met deze raad erover praten. Begrijpen wat zich daar afspeelt, wat de taken zullen zijn en dan ook aan de andere kant en onderkant duidelijker aangeven waar wij dan behoefte aan hebben. Maar dan moet er wel een gesprek ook volgen met de Raad van Hardenberg. Ook de organisatie heeft behoefte aan duidelijkheid en sturing, zodat je aan beide kanten weet waar je aan toe bent. En daarvoor is echt ook nodig dat deze raad praat met de Raad van Hardenberg. En dat gesprek wil ik arrangeren. Maar dat gaan we pas doen dat we zelf even de zaken op een rij hebben gezet. Ik denk dat de workshop, zou ik bijna zeggen, van de gemeentesecretaris dienst bij me is. Maar we gaan wel samen een traject in. Want ik laat deze organisatie niet kapot gaan omdat raadsleden over en weer niet met elkaar willen praten. Ik zeg het maar heel hard wat het is. Meneer De Vries Robles heeft het gezegd. Dan zal de gemeente Hardenberg ook niet langer moeten aandringen op fusies
Of anderszins, ik denk dat hier twee sterke gemeenten staan met een sterke identiteit, die echt zeggingskracht hebben naar hun bevolking en naar hun gemeenschap toe. Ik denk dat we beide beter af zijn met een gezamenlijk ambtelijk apparaat wat grote slagkracht is. Maar we moeten wel even samen de punten op de i zetten en dan kun je prima voort. Maar dat is wel een proces wat je met z'n tweeën moet doen. Dus in die end zal het ook zo zijn dat de beide raden daar een commitment op geven. En dan moet je even kijken hoe je het in de praktijk precies toepast. Maar het moet wel samen gaan. Want ik laat deze organisatie het niet kapot gaan omdat raden het moeilijk vinden om met elkaar te praten. Dus er wordt ook wel iets van u gevraagd en dat kan allemaal best. Daar ben ik van overtuigd. U bent verstandige mensen. En dat is in Hardenberg ook. We hebben een grote gemeenschappelijke agenda, als ik het zo zie. We hebben ook een eigen identiteit. Nou, daar kan je best mee werken. Dus dat proces gaan we aan. Ik heb het genoteerd en ik zal het melden. Dank u zeer. Interruptie, mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik voel toch even de noodzaak om te zeggen dat, denk ik, de verstandhoudingen goed zijn om met elkaar om tafel te gaan. Dat we ook een uitermate constructief gesprek als fractievoorzitter met elkaar hebben gehad, als Omme en Hardenberg. En dat wij ook al geduid hebben dat er een vervolgafspraak komt en dat wij daar met de griffier over in gesprek zijn. Ik denk dat dat ook even goed is om te duiden voordat er wellicht een andere duiding de wereld ingaat dan die we in willen laten gaan. En daar hebben we beide verantwoordelijkheden, zowel de gemeenteraad zoals we hier zitten, als ook de gemeenteraad in Hardenberg. Dank u wel. Voorzitter, kan ik verder? Ja, zeker. Nou, dan zijn er nog enkele dingen op verkeersgebied. In deze plaats het amendement van het CDA over de koe voor de weg. Van 40 naar 70. Ik hoor daar verschillende. Voorzitter. Ja, ik probeer het maar. Werd 100. Het is 70, maar toch wat verschillende invalshoeken komt. Misschien is het goed om het even aan te houden en het volgende week nog eens te pakken. Ik laat het ook aan uw wijsheid over. Als je het aanhoudt, is er ook nog niks weg. Dat zou mijn concreet advies zijn. Over de oversteek bij de Chevalierstraat is denk ik genoeg gezegd. Dat hangt samen met de sporthal die komt. Dat heeft de wethouder sporthal keurig uitgelegd. Dan is er nog gesproken over de parkeersituatie rond de nieuwe HEMA. Is er nog een vraag? De heer Van der Moren. Ik had er straks, dank u wel voorzitter, mijn opmerking in moeten slikken. Ik heb toch wel behoefte, ook al hebben we dat in tweede termijn niet uitbundig duidelijk gemaakt, ook al omdat we niet veel voelden om dingen weer te herhalen, maar in de tweede termijn hebben we toch wel een bijdrage gehoord wat het karakter van het amendement van de Partij van de Arbeid inhield. In de eerste termijn hebben wij uitdrukkelijk aangegeven hoe belangrijk het is om te beseffen in welke fase van het PNC-proces we zitten. En dit amendement, hoe sympathiek dan ook, behelst wel een element waar wij ronduit principiële moeite mee hebben. Wij laten ons niet voorstaan op een speciale financiële deskundigheid. Maar om iets toe te voegen aan een lijst waar het college een opdracht voor krijgt om die nader uit te werken en dan vervolgens, zo noem ik dat maar even in wat gewone taal, een financieel korset mee te geven, daar hebben we de grootst mogelijke moeite mee, omdat wij volledige vrijheid willen hebben, zonder welke beperkingen dan ook, om bij de begrotingsbehandeling 2018, en in die zin herhaal ik het betoog van OPO, om dan in volle vrijheid te kunnen kijken welke afweging we hebben te maken bij welke voorstellen. Dus wat ons betreft staan wij wel degelijk sympathiek tegenover deze aanpak, maar zonder het noemen van de bedragen, domweg, omdat we dat pas in het najaar bij de begrotingsbehandeling aan de orde vinden. Dank u wel. Wethouder Financiën misschien? Ja, nou, als jullie dat onderling uitmaken, dan moet de wethouder Financiën maar antwoorden. Ja, ik ook. Kijk, ik kan wel iets voorstellen bij de opmerking van de heer Van der Moren. Wij hebben als college het amendement zo begrepen dat de Partij van de Arbeid met dit amendement, zeg maar, soms wil onderstrepen de wens om de kruiserslijst, zoals die in de verkeersuitwerkingsnota staat, om die te eerbiedigen. En hier een politiek signaal aan te geven van, god, die gaat in 2018 echt op één.
Dat past ook weer bij die kruisjeslijst. En we hebben ook aangegeven van bij de begroting van 2018 komt dit aan de orde. Nou, dat staat er ook in. Wat maakte dit nou in één keer wel actueel en ook voor de wat kortere termijn? Want u had groot gelijk dat u zei van, goh, maar voor het Kindplein is dit niet inderdaad nu aan de orde. Daar heeft u helemaal gelijk in. Wat het wel aan de orde doet zijn, in de termijn van 2018, is de sporthal. Want daar willen we zeg maar vroeg versnel mee aan de slag. Dus als je daar de verkeerssituatie ook op wil zeg maar toespelen, dan ga je zowel voor de sporthal als voor het Kindplein gezamenlijk dat doen. Dus dat is even de aanleiding geweest. Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat in ieder geval richtinggevend dit een belangrijk item is. Zo heb ik iedereen ook verstaan. Dus als het u helpt, maar dat is dan richting de heer Moerman, dan kun je er ook een motie van maken. Dat is een richtinggevende uitspraak. En pak het dan bij de begroting mee. Misschien dat dat ook de heer Van der Mooren helpt. De heer Van der Mooren. Nog een kleine toelichting dan op mijn eigen uitspraak. Ik zou deze uitspraak niet gedaan hebben, ware het niet dat een van de coalitiepartijen in tweede termijn heel uitdrukkelijk de financiële kaders heeft beklemtoond. En dan word ik voorzichtig, denk ik, van dit klopt niet. Mag de cijfers als richtinggevend beschouwen, maar dan zijn ze voor mij net zo zacht als boter. Want ik wil eerst afwachten wat er bij de begroting 2018 nog meer wordt voorgesteld. Mevrouw Van Acte, het woord is aan de heer Verkerk. Dank u wel. Ik was toegekomen aan de verkeerszaken. Het parkeren rond de nieuwe HEMA heeft opnieuw tot de reacties geleid van meneer Middelkamp en meneer Bongers. Meneer Bongers, suggestie om te kijken naar 1 uur parkeren wil ik wel meenemen. Maar dat is wel krapjes. Wat ik wel lastig vind, is dat we dan een regime van 1 uur parkeren, 2 uur parkeren en het lang parkeren verderop. Lijkt mij wel wat lastig. Ik wil het niet te gecompliceerd maken voor de handhaver. Dus we willen het punt wel bekijken. Maar 1 uur lijkt mij wat krap. Hoewel, ik ben er uitsluitend door eigen ervaring deskundig in. Ik weet het niet helemaal zeker of dit kan. Maar goed, we gaan het wel meenemen. En dan zeg ik naar meneer Bongers toe, die vraagt, wanneer gaat u dan reageren over deze hele situatie? Ik heb al gezegd, er is een petitie in aantocht. Nou, die ga ik ontvangen. Ik vind ook dat de mensen netjes antwoord moeten hebben. En tegen die tijd hebben wij de zaak wel op een rijtje. Dus het hangt af van de snelheid waarmee de petitie aankomt. Ik heb al gezegd, ik kan bij mij alle kanten op. Het kan 's ochtends om 8 uur, het kan 's avonds om 10 uur. Maar goed, mensen moeten ook maar kunnen. En als we die binnen hebben, dan vind ik ook dat naar aanleiding van het antwoord aan hen, u daar ook een afschrift van krijgt, dan bent u geïnformeerd. En er zitten ook dit soort gedachten ook wel in. Dus dat zal, rond de zomer is dat dan. En dat is geen grap, maar ik ben even afhankelijk ook van de situatie daar. Ja, dan blijft er natuurlijk nog een plek over waar de HEMA uitgaat. Dat is vooral, denk ik, een eerste zorg voor de eigenaar van het pand. Die zal vast wel heel hard aan het denken zijn wat daar gebeurt. Dus daar houden wij wel contact mee, denk ik. Maar goed, ik zie je punt wel. Ja, het mag geen verval zijn van de Brugstraat. Maar goed, in eerste instantie is die pandeneigenaar aan zet. Dan nog even naar mevrouw Baaklaar, die had nog een paar EZ-dingen over aangevoerd. Heeft de wethouder Financiën vooral gezegd wat geld te halen is. Ik herhaal nog maar eens een commitment om dat met Hardenberg te doen. Daar kunnen we allebei wat moois van maken. Over de zondagsopeningsevaluatie ben ik net iets onvoldoende ingetuned. Maar daar wil ik wel snel op reageren, zoals ik dat altijd wil. Omdat ik geen slepende dossiers wil hebben. Dus kan iemand mij snel vertellen of de proef is beëindigd of hoe lang die nog doorgaat? Goed, dan ga ik gewoon een procestijd noemen. Zodra de proef is afgelopen, wil ik het binnen 2 maanden hebben en gedragen. Dus dat is voor de verkiezingen, gemeentesecretaris? Voorzitter, het is geen proef meer. We hebben besloten om de winkels maximaal 12 zondagen open te hebben. En na een jaar zou er geëvalueerd worden. En volgens mij is dat jaar 2 juli. Nou, dat is het antwoord aan de vraag van mevrouw Bakelaar. Het wordt na een jaar geëvalueerd en ja, ik heb er haast mee. Volgens mij heb ik al mijn vragen goed beantwoord, voorzitter.
Dan denk ik dat meneer Middelkamp zijn 1 uur binnen heeft. Want wij hebben, mevrouw Lagasse en ik, hebben deze week vernomen dat op de varkensmarkt 70% van de auto's binnen 1 uur weer verdwenen is. En dat is onderzoek door Windesheim-studenten, waarvan akte. Dan schors ik op verzoek van mevrouw Bakelaar de vergadering. Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Met dank aan het snelle overleg met de collega's. We hebben allemaal wel zoiets van dit is wel een belangrijk thema waar we in ieder geval op inhoud meer over te weten zouden willen komen. Ook voor 2018. En ons verzoek zou dan ook kunnen zijn of is om met een soortement van voorstel te komen. Kan ook een procesvoorstel zijn om ons mee te nemen in wat de mogelijkheden zijn voor 2018 en wellicht 2019. Zodat we wel echt een passend programma is voor Ommen. Omdat het ook wel samen met Hardenberg zou kunnen bijdragen ook aan het bestuurlijk manifest en de strategische samenwerking. Maar dan wel kijkende wat past bij Ommen en dan meenemen in de begroting 2018. En dan kunnen we elk vanuit onze eigen politieke kleur aangeven of we dat wel of niet wenselijk vinden. Ja, couleur lokaal. Maar we vinden het een belangrijk thema. Ja, het lijkt mij een heel dienend voorstel. Gewoon wat tijd nemen, het commitment opzoeken. Ja. Maar lukt dat, voorzitter? Ga uw gang, mevrouw Bakelaar. Lukt dat wel voor de begroting? Want dat is wel wat we vragen. Dus dat we echt ook voldragen, zeg maar, inhoudelijke besluitvorming of besluit kunnen nemen bij de begroting. Oké, kijk even naar de tribune. Ik zie allemaal. Opgewekte ambtenaar. Ja, nou, je mag voor jezelf. Ja, volgens mij gaat het goed. De verloven worden ingetrokken en er komt een plan. Als u uitgesproken bent, dan geef ik u het woord weer terug. Het woord weer terug als voorzitter van deze raad. Meneer Kater, dank u wel voor het zorgvuldige voorzitterschap. Dames en heren, ik denk dat we de beraadslaging nu kunnen sluiten. Dat betekent dat wij beraadslaagd hebben over de kadernota 2018... en over de eerste bestuursrapportage en de annex 8e wijziging van de begroting. Dat ligt voor, daar gaan we nu over besluiten. Goed, dan begint nu de besluitvorming. Het is in vieren geknipt, hè, dat hebt u gezien. Als eerste dan over de bestuursrapportage annex 8e wijziging begroting 2017. Zijn daar stemverklaringen bij? Zijn er niet? Wil iemand... Ja. Ja, dan gaan we nu eerst naar de amendementen. Er is nog geen besluit over de bestuursrapportage. Nou goed, het staat niet helemaal helder hier. Dan gaan we naar de amendementen. Amendement 1 van mevrouw Bakelaar is niet ingetrokken en dat dient nu. Dus daar gaan we over besluiten. Zijn er stemverklaringen bij amendement 1? Geen stemverklaringen, dan gaan we stemmen. Wie is voor dit amendement? Daarvoor hebben gestemd alle fracties. Ja, dat is die unaniem. Nou, eensgezindheid, dat is mooi. En dan een stukje, eerste bestuursrapportage. Eerste stuk. Wat is het eerste stuk? Eerste bestuursrapportage nu. Goed. En dan... Oké, dan gaan we nu naar de bestuursrapportage en de wijziging van de begroting. Daar gaan we nu over besluiten. Zijn er stemverklaringen bij? Niet, dan gaan we stemmen. Wie is voor dit voorstel? Daarvoor hebben gestemd alle fracties. Zie ik dat goed? Ja, unaniem aanvaard. Dank u wel. Dan gaan we nu naar het volgende abonnement bij de kadernota. Moet ik dat zo zien? Ja. Het abonnement bij de kadernota. De eerste van meneer Moerman over de oversteeksheer van de Roodstraat. Zijn er stemverklaringen bij? Meneer Moerman, stemverklaring bij uw eigen amendement? Voorzitter, ja, graag. Ik wil toch even reageren en ook even nog weer even naar duiden. Want we kwamen altijd aan het opmerken met de ChristenUnie dat dit boterzacht zou zijn. Juist in tegendeel.
Als ik dit nu niet zou doen, dan zou ik boterzacht zijn. Want het is een vooruitlopende op motie die volgende week aan de orde komt. Die motie heb ik ook uitgebreid toegelicht. En nogmaals, als ik dit amendement zou intrekken, dan zou ik dus geen financiële onderbouwing hebben. En derhalve is het dus juist boterzacht als ik dit amendement zou intrekken. Dit is een kaderstelling voor uitlopen op de motie die volgende week aan de orde is. En daarom handhaaf ik ook dit amendement. Ja, dat was mij wel duidelijk. Anders had u het wel ingetrokken bij de beraadslaging. Maar goed, ik beschouw het als een stemverklaring. Zijn er nog andere stemverklaringen? Ja. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zojuist bij onze tweede termijn in reactie op inbreng van en de amendementen en dergelijke, hebben we gezegd, hebben we aangegeven het overbodige te vinden, maar door de toelichting van de heer Moerman hebben wij vastgesteld dat door een technisch probleem bij het afdrukken die bijlagen niet helemaal goed bij ons is binnengekomen, zodat wij dat niet goed via de afdruk hebben meegekregen. En zeker ook met de toelichting van zojuist zijn we eigenlijk overtuigd en willen we onze steun alsnog wel betuigen. Want het is voor ons te belangrijk om de situatie, verkeerssituatie met het Kindplein en het Carrousel niet tijdig aangepakt te hebben. Dus wij gaan met het amendement mee. Dank u wel. Oké, nog andere stemverklaringen? Zie ik niet. Wil iemand stemming? Niemand? Ja. Goed, het is goed om het nog een keer te zien. Wie is voor dit amendement? Daarvoor hebben gestemd alle fracties, minister ChristenUnie en de LPO. Daarmee is er wel een meerderheid, daarmee is die aangenomen. Dan gaan we naar amendement 2. Over het hondenbeleid. Zijn daar nog stemverklaringen bij? Zijn er niet? Wenst iemand stemming? Ja? Is iemand stemming? Goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor dit amendement? Daarvoor hebben we gestemd. Alle fracties minus de LPO en de VOV. Dat is een meerderheid daarmee aangenomen. Dan gaan we naar 3. Het Bostheater. Zijn daar nog stemverklaringen bij te geven? Ja. Middelkamp. Ja, voorzitter, want we kunnen ons wellicht wat tijd besparen. We hebben goed gehoord wat de wethouder, de portefeuillehouder, heeft aangegeven. En we hebben er alle vertrouwen in dat in het gesprek wat het aanstaande is voor de begrotingsbehandeling en de toezegging van de wethouder om de uitkomst daarvan te vertalen in de begroting 2018 en verder. We hebben goed gehoord wat de inbreng van de andere fracties geweest is. Dus het krijgt geen steun. Dus wij roepen hierbij het vertrouwen in de wethouder dat dit bij de begroting allemaal gaat goedkomen. En daarmee trekken we ons amendement in, voorzitter. Dank u wel. Goed, het amendement is ingetrokken tijdens de besluitvorming. Had eigenlijk bij de beraadslaging gemoeten, maar goed. Ik denk dat u toch een heel eind gekomen bent. Dat is dan de opbrengst van deze avond. Ingetrokken. De kadernota zelf? Ja, dan gaan we nu naar de kadernota zelf. Waar zit het ding? Ja. De kadernota zelf, ja. Zijn daar stemverklaringen bij te geven? Daar is een stemverklaring bij te geven. Ja, de heer Van den Molen. Ook al hebben wij duidelijk gemaakt welke ernstige bezwaren, en die zijn zelfs nog ernstiger geworden na toelichting door de heer Moerman, zullen we toch voor de kadernota stemmen. En dat is met het nodige gevoelen. Dat zal duidelijk worden. Misschien niet eens alleen volgende week, maar zeker ook in het najaar. Dank u wel. Goed, nog andere met stemverklaringen? Zie ik niet. Is behoefte aan stemming? Als er geen behoefte aan stemming, dan is die unaniem aanvaard. Heel veel dank. Het college kan weer verder. Dan krijgen we de moties die daar nog bij horen. Ik heb er nog 2, hè? Ja. Het VN-verdrag gaan wij ook in om- en uitvoeren. Zijn er stemverklaringen bij aan te geven? Niet. Wenst iemand stemming? Ook niet. Is die unaniem? Ja, stemming. Oké, dan gaan we stemmen. Wie is voor deze motie? Daarvoor zijn alle fracties minus de VOV. Dat is een meerderheid. Daarom is die aangenomen.
Dan gaan we naar de laatste motie van mevrouw Lagas. Over het financiële inzicht, laat ik het zo maar even noemen. Zijn daar stemverklaringen bij af te geven? Zijn er niet? Wenst iemand stemming? Dan is hij hierbij unaniem aangenomen. Dames en heren, de agenda is afgewerkt. Veel dank voor uw inzet en commitment. En de kennis die u hier over de bühne brengt. Omen wordt er rijker van. We kunnen, denk ik, straks terugzien op een mooie periode 14-18. Ik sluit de vergadering. Ik wens iemand nog een hele mooie avond. 9:15. Goed gedaan.